Veel lichamelijke klachten of aandoeningen of ziektes zijn ook, zou ik zou kunnen zeggen, zielsconflicten. Uh, ja, mijn man is uh, internationaal vrachtwagenchauffeur en die komt uh, één keer in de twee weken thuis een weekend. En als ik de sleutel in de sleutelgat hoor, oh, dan voel ik eigenlijk de spanning in mijn schouders ik al toenemen. Het virus was geen probleem, Het was een enorm mild zwak, eigenlijk uh, evolutionair virus. Maar de verswakte gastheer was vooral een probleem. Maar ik denk dus ook dat regulier en complementair veel meer met een open mind elkaar mag gaan aanvullen. Ja, zodat mooi. patiënten, maar wat gewoon mensen, vind ik veel mooier wordt, dat is ja. vreemd, maar patiënten, de, veel meer de beste zorg gaan krijgen. Hey, leuk dat je kijkt en of luistert naar Vibestalk. We hopen je met deze show te kunnen inspireren, Weer iets bewust te kunnen maken en vooral een positief oplaadstation te zijn in deze bijzondere tijd. Vind jij het nou te gek wat wij doen? Steun dan onze stichting, want dan alleen kunnen we samen met jou bouwen aan een mooiere wereld. En vergeet natuurlijk niet deze video te liken, te delen en te abonneren op ons kanaal. En voor alle informatie ga je naar onze website www.univibes.nl en wat ben ik ongelooflijk trots en dankbaar dat hij bij ons op de bank zit. Richard de Let, uh, je was een van de allereerste gasten die ik meteen een DM ging sturen toen wij begonnen waren met, met Vijfstok. Ik zei: Richard, je moet bij ons op de bank komen. Want ja, je, je, bent, je bent schrijver, je hebt fantastische uh, bedrijven, maar je bent vooral een, een bouwer aan die mooiere wereld. Dank voor alles wat je doet. Uh, je woont op dit moment in, in het buitenland, maar toch ben je hier. Welkom Richard. Dankjewel Tim. Wat fijn. Hoe is het met je? Ja, heel goed. Ja, hoe... ik ben. Ik vind het ook heel, heel erg leuk dat ik er eindelijk ben. Ja, wat goed. We hebben natuurlijk veel uh, lopen DM'en en Whatsapp'en. En, WhatsApp en, en uh, ik keek er naar uit. Ik heb inmiddels fantastische gasten mogen beluisteren en mogen bekijken die op deze bank hebben gezeten. Dus een eer uh, dat ik hier ook zit. Nou, wij, ja, wij zijn hartstikke blij dat je bent. Um... Hoe is het om weer in Nederland te zijn? Want je, want je bent nu een jaar in, de, in het buitenland. Ja, een jaar in Mallorca met gezin. Uh, ja, ik ben. Dus je bent even een paar dagen hier nu toch? Ja, ik ben vanmorgen aangekomen. Ik blijf hier dan twee nachten. Morgen hebben we een opleidingsdag van onze Ulster Academy. Ja. Dus ik open het opleidingsjaar. Uh, ja, het is... Uh, ik moet altijd wel wennen aan, als je al bij Schiphol komt... Het uh, leeftempo is hier veel hectischer dan in Spanje. Hmm. Uh, wat doet dat met jou als je dat dan... pik je dat meteen op? Ja, ik ben wel, nou, ik ben wel ik ben heel gevoelig. Ik ben altijd wel heel druk in mijn hoofd. Eh, omdat ik altijd... Ik ben een creator, met nieuwe dingen bezig ben. Dus in Spanje ben je veel meer in de natuur. Je bent veel meer met elkaar. Uh, ja, een rustige leeftempo. Aan de andere kant mis je ook weer weer het sociale. Ik bedoel Nederland is wel heel goed ge georganiseerd. Hij mm. heeft ook weer voordelen, dus je hebt overal natuurlijk voor en nadelen. Ik vind het vooral ook weer heel leuk om bepaalde familie hier te zien, om dit soort dingen weer te kunnen doen. Ik zie mijn team weer, ik kan weer even op kantoor langs, dus uh, ik ben heel blij dat ik weer eventjes terug ben. Nou, snap ik. Maar ook wel weer fijn dat je dan donderdag weer lekker uh, op het strand ligt. Kan ik me voorstellen. We gaan woensdag weer met gierende banden. Ja, precies. Hé, <laughs> hey, waarom ben je eigenlijk, eigenlijk vertrokken voor, voor een jaar naar Spanje? Is dat, was dat uh, echt bewust van ik, ik moet er tussenuit, of wat? wat was? Nou ja, ik ben uh, afgelopen uh, oktober ben ik 40 geworden. Uh, je zou het Weet niet dit? zeggen. Nee, maar maar dat, ik, dat de gemiddelde kijker zegt. Ja. Maar. Uh, en ik vond het een heel mooi reflectiepunt. Dat ik uh, heb ja, in, in tien Jaar uh, de bedrijven opgebouwd, ook wel veel offers gemaakt. Je, ja. uh, je bent gepassioneerd, uh, je moet een bedrijf van de grond krijgen. Dus ik was heel veel avonden weg, uh, prestatie aan het geven, veel weekenden. Ook vooral sociaal en thuis. Nou, maak je dan offers. De bedrijven gaan allemaal heel goed. Uh, ik denk dat het aansluit bij de tijdsgeest en net als jouw platform. Uh, alles waarvan ik gedroomd had, was werkelijkheid. Dus ik vroeg me ook wel een beetje af van en nu? Ja. Hè, wat, en ook wel weer een beetje terug naar de Rust en de stilte, want de ziel die schreeuwt niet, maar die fluistert. Dus je moet dan de rust en de stilte durven opzoeken. Mooi. Omdat je voelde: hé, hey, ik zit ook uh, zoveel erg in mijn hoofd met al die bedrijven, dat je echt weer voelde: ik moet weer naar binnen toe. Wat ja, dat ook? Ja, absoluut. Omdat uh, ja, uh, drie bedrijven. Uh, veel mensen in dienst, veel zzp'ers, veel projecten, veel uh, 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 denktanks waar je in betrokken bent. Dus op een gegeven moment creëer je ook een beetje een monster. Uh, mm -hmm. Mijn agenda was altijd zo ramvol met leuke dingen, dat ik het niet meer leuk vond. Omdat, wow. ik, omdat ik een beetje uh, opgeslokt werd door... Eigenlijk door het eigen succes? Ja, door een uit de hand gelopen passie. Ja, wauw. Hoe, 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 hoe doe je dat dan inderdaad dan toch, als het dan zo'n... Monster wordt, zeg je zelf, hè? dat het zo groot wordt, om dan toch inderdaad nog in, helemaal in tune te blijven. Want ik kan me voorstellen, ik merk dat ook nu al, <laughs> dat er dan dat alles komt natuurlijk op je pad en je hebt je passie daaronder liggen. Maar hoe doe je dat om dan toch op, de, op, die, op die lijn te blijven van hé, hey, dit is nog steeds die, 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 die core waarom ik dit ben begonnen? Ja, ik denk dat voor mij heel belangrijk is: alles begint en eindigt met de, de juiste zelfzorg. Dus mm -hmm. ik denk. Uh, ik heb een sterke ochtendroutine. Uh, wat doe je dan? Ja, uh, kou. Ik, ik spring nu iedere ochtend in het zwembad of ik neem een koude douche. Uh, ik ga sporten. Uh, ik ga daarvoor altijd lekker met de hond lopen. En daarna ga ik ontbijten. Uh, en ik doe iedere ochtend met mijn vrouw een kopje thee een half uur. Dat we echt contact hebben en dat we nou ja, dat alles te sprake komt: van wat ga je vandaag doen? Tot ho hoe zit je in je vel? Uh, wow. Maar dat is denk ik een belangrijk. Eikpunthal. En ik denk dat het even belangrijk is uh, dat ik zakelijk uh, ja, uiteindelijk gewoon die goede mensen om je heen zetten. Want ik denk dat het wel een beetje afgeschermd moet worden om ja, inzicht te geven. Ik bereik nu ook met mijn persoonlijke socials en met Oersterk bereiken we anderhalf miljoen mensen ja, per maand, per jaar ook. Uh, en ja, dat leidt tot 4.000, mails per maand op het infoadres van Oersterk. Oh, ja. Dat leidt tot ja, meer dan 250 DM's per dag. Tot, en ik ben een helper, hè. ik kom uit de geneeskunde. Uh, nou, veel mensen die in de zorg werken, die ja. hebben het helpersyndroom, hè. Mm -hmm. Volkruil, dat ze voor de hele wereld zorgen. Ja. En ik kom aan het einde wel eens aan de beurt. En dan, ja, dan ga je eigenlijk ten onder in het dus redden van de wereld. Dat geeft heel veel van jezelf ja. weg. Zeker als je dat niet kadert. In mijn DM's heb ik iedere dag noodoproepen van... ...mijn moeder, mijn zus, ik, mijn zoontje, dit, dat, medische... Ja. En als ik dat zie, kan ik niet niet antwoorden. Dus dat wordt ook een beetje afgeschermd. Mm -hmm. En ook wel een beetje, dus minder en beter. Ik heb in het verleden ook vanuit enthousiasme, uh, zei ik overal ja tegen, want ik vind alles leuk. Maar op een gegeven moment heb je zoveel dingen dat uh, je niet meer geniet. Dat met wat je doet je ook bijna geen of veel minder impact maakt dan je zou kunnen. Mm -hmm. uh, en dat je uiteindelijk in dat proces, uh, wat mij uiteindelijk dan ook wel een beetje pijn deed, dat ik wist van ja, ik ben helemaal niet de vader en de echtgenoot. Uh, die ik eigenlijk wil zijn. Die ik wil zijn. En ook een beetje als je het hebt over balans en work your, your, your talk. Er zijn natuurlijk heel veel op het podium. En de boodschap die ik vanuit Oersterk ver, verkondig. Ja, in de groei van Oersterk. Uh, kon ik dat zelf niet meer goed uh, waarmaken in mijn eigen leven. Kwam je, dan, kwam je dan daarmee ook een beetje in, in conflict? Dat je dacht van hé. Hey, <coughs> Ja, ik, 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 ik vertel wel heel veel mooie dingen, maar toch, het slokt me allemaal een beetje op. Ik moet weer even in contact komen met mezelf. Ja, absoluut. Maar ook wel een beetje het conflict van, uh, ook wel het niveau een beetje dan van zuiverheid. Van, uh, mm. Ja, je, je, moet, je moet het eerst weer, of je mag het ook zelf in je. En dat is natuurlijk alles wat zich in je leven aandient. Uh, alles wat je triggert uh, of wat je raakt, uh, is eigenlijk weer natuurlijk waardevolle feedback van een, uh, van een wond of van uh, mm -hmm. een trauma. Uh, nu kom ik ook niet uit een ondernemersfamilie of gezin, dus ook het ondernemen op zich had ik heel weinig ervaring mee. Dus ik, ik heb heel veel uh, ja, beginnersfouten gemaakt, leergeld betaald. Mm -hmm. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg dankbaar. Ik ben enorm dankbaar voor alle pieken, voor alle dalen, omdat het wel geresulteerd heeft tot uh, de mensen die ik vandaag ben, uh, maar ook ja, de bedrijven die nou ja, uh, enorm goed gaan en staan. Uh, maar ook ja, alle teams die nu om mij heen staan. Waardoor ik uiteindelijk veel meer in mijn, in mijn zone of genius kan blijven. Ja, ik vind het wel mooi toch om ook op, daarop in te gaan. Mensen kijken natuurlijk naar jou en die zien al die, die mooie bedrijven, succesvol. Wat je inderdaad zegt, al die mensen die je bereikt, waanzinnig, want dat is ook je missie, weet je wel. Maar toch ook om uh, toch over die, 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 uh, die dal ook even te hebben. Wat heeft dat jou dan vooral ook geleerd? Uh... Ja, als ik te veel stress heb, dan uh, krijg ik meer mentale onrust, ga ik piekeren en ik ga gewoon slecht slapen. Mm. Dus ook afgelopen jaar in de bedrijven waren er weer een aantal uitdagingen. Ja, dan, dan slaap ik gewoon slecht en dan heb ik toch ja, dat bedoel alles uh, begint in je hoofd, ook innerlijke vrijheid. Of eigenlijk is de buitenwereld natuurlijk gewoon een afspiegeling van je binnenwereld. Mm. Dat vind ik dan nog steeds lastig om in dat onrustige vaarwater. Uh, mentaal stabiel en sterk te blijven. Uh, maar dat is dan een, een signaal, een symptoom, zo'n benzinelampje, uh, wat absoluut aangaat. Aan de andere kant, uh, ja, waar ik ook natuurlijk enorm veel mee te maken heb, omdat als je zoveel mensen bereikt, kijk wat er gaat gebeuren, natuurlijk als je hoofd boven, boven mij valt uitsteekt, dat heel veel mensen gaan je prijzen, mm -hmm. maar ook veel of mensen gaan je kop eraf hakken. En, ja. uh, dat is ook een enorm. Waardevol, leerzaam, maar ook wel pijnlijk proces geweest. Mm -hmm. uh, omdat je natuurlijk uh, nou ja, uh, allerlei dingen op je afkrijgt. En, wat voor dingen waren dat, Richard? Wat, wat, wat voor dingen kwam je dan ook tegen? Ja, als ik uh, <coughs> anderhalf jaar geleden bij Eva Jinek aan tafel zit, was toen natuurlijk in coronatijd, ging toen over het vaccineren van kinderen, waar ik me fel uh, tegensprak. Mm -hmm. Uh, dat vind ik dan ook prima hoor. Dan is het natuurlijk op Twitter van. Uh, hang die man op aan de, de hoogste boom. Of. Uh, uh, ik ben natuurlijk kwakshalve van de maand geworden, al meerdere keren. Dat, dat soort kritiek krijg ik veel. Uh, vind ik een eretitel, dus dat kan ik uh, prima pareren. Maar ook uh, soms. En dat is bijvoorbeeld wat een belangrijk kantelmoment is geweest. Is dat ik uh, in 2014 schreef ik mijn derde boek. En kijk, als. Toen ik jong was, toen stotterde ik enorm. Dus ik heb een enorme strategie ontwikkeld om uh, een chameleon eigenlijk, om altijd iedereen tevreden te stellen. En wat dat voor mij een soort veiligheid was: dat ik, uh, nou, dat ik erkend werd, dat ik veilig was in de groep. Dus als mensen altijd aan mij vroegen, uh, 27 jaar van, uh, van mijn leven: Richard, wat vind jij hiervan? Zei ik: goede vraag, wat vind jij? Gaf iemand antwoord? Zei ik: Precies, dat vind ik ook. Dat was een beetje mijn onbewuste strategie geworden. Als je dan wat bekender werd, in 2014 schreef ik mijn derde boek Oestelijk Leven. Toen had ik een interview live op Radio 1. Mm -hmm. Dat was de grootste zender. Ik was helemaal onder de indruk. Ik had een praktijk voor integrale geneeskunde. Heb ik heb 12 jaar gehad in Heemskerk. En die bus van Radio 1 die kwam helemaal Dat nou, Ken je waarschijnlijk zo'n bus? Zo'n tenen omhoog van 20 meter. En ze bouwden zo'n studio uh, uh, op mijn uh, bureau. In mijn praktijk. En uh, nou, zo'n item spreek je van tevoren door in de week. Het ja. was heel prettig. Hele positie ja. positieve flow. aankomen. En, aan ja. en uh, nou fijn. Dus dat item start op Radio 1. En uh, ik word aangekondigd. Was het live? Was live. Ja. En uh, ja, dat was wel een beetje. Nou, hier is de man die uh, 185 euro uh, per uur vraagt. En toch is de praktijk vol. En ik, ik dacht, is het nou een beetje humor? Ik moest een beetje aftasten. Maar ze waren me toen al een beetje aan het framen en aan het dissen. Uh, wat ik prima vond en de journalisten waren vrij kritisch. En er was een uh, item van 10 minuten. En ongeveer denk ik, op vier, mi vijf minuten zeiden ze van: uh, we hebben ook iemand gevraagd om je boek te lezen. Uh, professor Frans Kok was dat, van de Wageningen U Universiteit. Oh, oh, uh, uh, ja. En uh, nou, die vroegen ze naar uh, zijn mening dan over mijn boek. En die haalde be bepaalde quotes aan. En die uh, sloot af met: mensen die dit schrijven, horen in de psychiatrie thuis. En dus ik zit met mijn microfoon uh, met mijn kop... En zal hij je gewoon... niets verteld, Richard? Nee, ik wist niet dat hij in de uh, uitzending zou komen. En ik voelde me dus zo geneid. Uh, en ik voelde me zo boos en geïrriteerd. En natuurlijk heb ik ook een ego en een oerbrein. En ik dacht, als die professor hier aan tafel zit, geef ik hem een klap voor zijn harsen, Zo. Maar dat is dus mijn primaire motivatie. Dat is je oerbrein. En gelukkig hebben we allemaal een mensbrein. Daar zetelt beheersing, dus ik had een paar seconden nodig, dat duurde een eeuwigheid. En ik zei: Meneer Kok, uh, nou ja, dat zijn uw woorden, die laat ik bij u. Hè. Wat u aanhaalt, daar staat een wetenschappelijke publicatie achter, kan u lezen, dat is uw taal. Maar verder la laat ik het bij u. En het interview duurde nog vier minuten als een soort waasje, en een soort roes. Ik snap hem. En het interview was klaar en ik, ik smijt mijn koptelefoon op tafel en ik liep dan naar boven op mijn kantoor, waar mijn personeel ook aan het meeluisteren was. En en ik brak in tranen en ik zakte in elkaar. En ik heb een half uur zo met mijn opgetrokken knie op de grond gezeten. En toen voelde ik, oké, okay, ik heb twee keuzes. Want uh, ik kan weer mezelf in mijn schulp gaan terugtrekken... wat ik 27 jaar heb gedaan, maar veilig. En er vindt niemand wat van je. En, uh, en nou ja, dan kan je ook deze tegenstand niet krijgen. Of het andere pad, ik moet gewoon de weg van mijn hart gaan. Ik moet mijn stem eindelijk uh, laten horen en, en mijn waarheid uitspreken... Ook al is de hele wereld tegen me. Wow. En achteraf is professor Frans Kok dus een belangrijke leraar geweest. Ik ben hem enorm dankbaar. Ik geloof dan weer dat het ook een soort engel dan weer op mijn pad is. Omdat, omdat hij belangrijk geweest is in mijn persoonlijke ontwikkeling. Om ook los. Ik bedoel, iedereen vindt toch wel wat. Uh, maar dat is een belangrijk moment geweest dat mij vrij heeft gemaakt. En ik ben daardoor minder bang geworden uh, om mijn stem te laten horen. Want. Uh, ik geloof als je trouw bent aan ja, jouw waarheid. Hè? Dat is ook allemaal de waarheid. Iedereen heeft zijn eigen waarheid, zijn eigen perspectief. Uh, en je kan het aan het einde van iedere dag jezelf in de spiegel aankijken. En dat doe ik ook iedere dag bij sprekers symbolisch. En ik weet dat ik trouw geweest ben. Mooi, aan ja. jezelf. Ja, dan, dan heb je rust. En dan, uh, en dan kan je je ogen sluiten en dan, dan is het goed. Wauw, ik vind het zo <laughs> bijzonder hoe dit nu gaat. Want ik zit, ik zit wel een beetje in dit proces ook. Als in, dat, als in dat ik het nog wel eens heel lastig vind. Ik ben natuurlijk ook in deze tijden, um, heb ik me uitgesproken, ben ik bij één gaan zitten. Ja. Uh, voelde Voelde me ook ontzettend genaaid. Want ook door, weet je wel, door een ander verhaal aan de voorkant op te hangen. En ik mocht daar, was ik ook nog nieuw. Ik mocht daar zitten met mijn verhaal. Nee, dat zou helemaal uh, losstaan. En dat mocht, dat mocht gebeuren. Ja. En ik voelde gewoon, ik word hier, uh, gevreemd. Ik word hier enorm gevreemd. Ja. En ik word hier in een hoek gezet. En uh, de, daar ging ik zeg maar, met mijn kop eraf en bijna al mijn werk kwijt. Weet je wel, van, van programma's afgehaald, van deals afgehaald, van radiations afgehaald. Maar inderdaad ook heel erg gevoeld, oké, okay, als ik maar trouw kan blijven aan mezelf en mijn me hart kan volgen. En vanuit daaruit is eigenlijk ook Univibes ontstaan en echt. Ongelooflijk als op terug, als ik er nu al naar terugkijk, en is het nog maar misschien een jaar geleden dat we echt zijn begonnen, maar wat er dan allemaal op, op je pad komt, maar ook wel dat ik inderdaad toch ergens nog dat stuk angst voel van hoe meer licht wil laten schijnen, of hoe je het maar wil zeggen, of hoe meer je met je kop boven mij valt... dat je ook weer weet dat, dat dus die tegenkrachten gaan reageren. Dat ja. is dan toch daarin wat, wat, wat je mee wil geven aan, aan nou. mij, maar misschien ook aan meerdere mensen die dat. Want je kan het ook breder trekken natuurlijk. In deze tijd vinden heel veel mensen, denk ik, ook eng... om echt te zijn wie ze willen zijn. Omdat ze toch bang zijn voor die afkeuring. Ja, ja ik denk uit, ten eerste wat je ook ervaren hebt... uit chaos ontstaat nieuwe orde. En evolutie is dat het altijd beter wordt. En is de mooie. Ja, dat is ja. evolutie, dus het wordt altijd beter. Uh, en het grootste energielek is ontrouw zijn aan jezelf. Uh, dus dat kost uiteindelijk meer energie. Wat, wat bedoel je daarmee toch, Richard, als je dus... Ontrouw bent dat en je, en je gaat iets doen wat je niet bent ofzo, dat, dat dat matcht niet met jouw ziel, passie, missie. Ja, ja. En wat pas, gebeurt er dan? Passie is de taal van een ziel natuurlijk. Dus ja. Uh, ja, kijk, wat ik dan uh, beschrijf in het boek Ziels gelukkig is, kent gezond, is dat uh, met een gezonde leefstijl kun je je fysiologie, je stofwisseling beïnvloeden. Met een gezonde denkstijl kun je je psychologie beïnvloeden. Dus heb je lichaam en geest. Maar de onzichtbare be bestuurder van lichaam en geest is de ziel eigenlijk. Dus Aristoteles zei, ieder mens wordt geboren met leegtes. En we hebben een aangeboren neiging om die leegtes te willen vullen. En als je die leegtes vult, dan leidt dat tot vervulling. Dus we hebben allemaal unieke talenten, unieke kwaliteiten. Mm -hmm. En uh, dus eigenlijk gewoon misschien als je als kind al, hè, wat je leuk vond, waar je energie van kreeg. Dus eigenlijk gewoon als je datgene volgt waar je energie van krijgt. Dus ik zou kunnen zeggen, dat is de weg van je hart. Maar als je bijvoorbeeld een baan uitzoekt, gewoon nou, voor het salaris. Mm -hmm. Uh, wat dus ook nog een groot energielek kan zijn, omdat het totaal niet aansluit bij wie je bent of wat je hier op aarde mag doen, die evolutionaire flits dat we hier aanwezig mogen zijn, gemiddeld 80 jaar, dan dus je ziel, hè, het grootste energielek is ontrouw zijn aan jezelf, dan gaat je lichaam toch signalen geven. Dus veel lichamelijke klachten of aandoeningen of ziektes zijn ook, zou ik zou kunnen zeggen, zielsconflicten. Mm. Buit, buiten dat je ook negatieve overtuigingen kan hebben, of trauma's, of een hele ongezonde leefstijl. Maar ik denk dat de essentie is, want een gezonde leefstijl, waar ik natuurlijk expert op ben, dat levert brandstof en energie, maar die brandstof en energie moet wel in de juiste motor. Dat is zingeving. Mooi. Dus het kan ook inderdaad zo zijn, dus ja, je leeft supergezond, of je, bent helemaal, uh, weet je, je gaat elke dag in een, uh, een koud bad zitten. Ja. Als jij dus niet luistert naar je zielsmissie, laat ik het zo maar zeggen... Kun je dus alsnog klachten. Wat je zegt, ja, je kan alles op ontspanning goed doen, koude ijsbaden, mediteren, bioloogs eten, crossfitbox. Ja. Uh, maar als je uiteindelijk ja, dus niet datgene doet ja, waarom je hier op aarde bent, of niet trouw bent aan jouw unieke talenten, dan toch zal je ziel geest lichaam driehoek feedback gaan geven in de vorm van signalen. Zie je dit ook heel veel terug bij mensen? Dat dit echt ja, dat is dat in de geneeskunde heet dat ook wel. Een, dus een conflict tekst context. Ik bedoel, je bent zelf tekst, maar als je niet in de juiste context bent. Dus als je in het verkeerde werk bent, of als je in een verkeerde relatie bent. Dat is natuurlijk zeker uh, je partner en je werk. Uh, als je acht uur, als je fulltime werkt, heeft je werk een enorm groot impact op je energiehuishouding. Alles is energie. Ja. Uh, maar ook je partner. Hè. Ik bedoel, ik heb mensen in mijn praktijk voor integrale geneeskunde die zeiden van, uh, ja, mijn man is uh, internationaal vrachtwagenchauffeur... en die komt uh, één keer in de twee weken thuis, een weekend. En als ik de sleutel in de sleutelgat hoor... Oh, dan voel ik eigenlijk de spanning in mijn schouders voel ik al toenemen. Nou, als je dan bezig bent met moeheidsklachten of een lekke darm... Uh, uh, nou ja, dan, dan kan je wel heel erg met supplementen en met leefstijl. Maar de, die zin is al een, een, een aanwijzing van... oké, okay, er zit ook een conflict uh, in die relatie. Waarschijnlijk is er... Zit ze in de verkeerde relatie? dat een, een grote energielek? En misschien moet je dan wel nou, of samen gaan groeien of de relatie beëindigen. Maar dat vind ik heel interessant om een soort detective te zijn. Want ieder signaal of iedere klacht, of iedere ziekte. is een uh, eindstadium van een energietekort. En dat kan natuurlijk zijn op fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, sociaal, seksueel of financieel gebied. Wow, ja. en, en chronische stress is de oorzaak van klachten en van ziekte. Maar de, 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 de oorsprong van chronisch stress ligt in het leven. En dat is ook zo interessant dat bijvoorbeeld veel automoleculair therapeuten alleen maar zoeken dan in voeding of in supplementen. Hè? Maar dat is ook veel te simplistisch. Ik vind het zo te... mooi wat je zegt inderdaad. Het het want, dan, dan, want eigenlijk zeg jij, dan, je, dan doe je nog steeds een beetje van oké okay, hier heb je een tabletje voor dat stuk. Maar jij zegt eigenlijk je moet veel dieper gaan in, in al die lagen. Ja, en in de geneeskunde ben ik heel erg opgeleid uh, op het niveau van genezing. En dat is vooral het fysieke domein. Ja. Bijvoorbeeld, uh, er, er is een probleem ook, we snijden het weg en het is opgelost. Ja. Maar het gaat echt, de heilige graal het is heling. En heling is naast het fysieke, ook het mentale, emotionele en spirituele domein. Dan ben je heel. Ja. Dus uh, uiteindelijk kan je. Uh, niet genezen, bijvoorbeeld als mensen terminaal zijn, ze zijn niet meer te genezen, kunnen ze zichzelf toch helen en je kan helen sterven. Wauw. Dat, dat is eigenlijk het lichaam voor een groot deel gecondenseerde geest. En wat, wat, wat toch ook over dat stuk? Wat, 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 waarom is het dan toch nog zo belangrijk om, om, om dus dat stuk te helen, ook al ben je terminaal. Omdat uh, ja, dit leven of ja deze reïncarnatie is natuurlijk gewoon weer een tijdelijke vorm in dit lichaam. Het is natuurlijk heel interessant. Ik, in mijn geneeskundeopleiding deed ik ook filosofie, de opleiding ja, op de VU. Alleen die twee opleidingen waren moeilijk te combineren. De grote levensvragen boeien me enorm. Maar het is natuurlijk een interessante vraag van ontstaat de ziel in het lichaam? Hmm. Of ontstaat het lichaam in de ziel? Dus uh, je kan toch uiteindelijk uh, mentaal en emotioneel Hele, waardoor je toch veel lichter uiteindelijk weer nou, je lichaam ontstijgt. Want sterven doen we eigenlijk op het niveau van de zintuigen, maar dat is een illusie, want er bestaat natuurlijk geen dood. Er bestaat alleen maar transformatie. Alles is verandering van vorm. Net zozeer als ik hier over drie maanden zou zitten, dan zit er weer een hele andere huls. Alle cellen veranderen weer, vernieuwen in drie maanden. Uh, maar, maar dat lichter weer. Uh, je reis vervolgen uh, in, in uiteindelijk die ja, levenslange... Uh, soort cyclus. Ja. ja. Zie je zie dat dan ook als, als um, het ding wat we hier te doen hebben? Als in dat hele... Ja, weendij zijn natuurlijk van uh, zorg dat je vol leeft, uh, zodat je leeg kunt sterven. Dus zorg dat de muziek uit je is. Dus dat geloof ik, dat we die unieke talenten en kwaliteiten. Ik hou enorm van creëren, wat ik doe in allerlei diensten en producten. Uh, daar krijg ik enorm veel energie van. Dus buiten dat ik veel waarde lever, voedt het ook mijn ziel en mijn bezieling. Ja. Kan ik er een kwijt. Uh, dus dat is veel meer aan het grotere geheel. Uh, en... Ja, dat zijn wel ja, drie interessante vragen die ik mensen dan vraag stel, En dat sluit eigenlijk hierop aan. En ik denk dat dat dus goed is voor iedereen. Doe ik één keer in de drie maanden. Gewoon, dat staat ook echt in mijn agenda. Een, een uur even de natuur in. En dan zoek ik antwoord op drie vragen. En de eerste vraag is: waarom doe ik wat ik doe? Mm. Dat is interessant geweest. Want het gaat eigenlijk om wat is nou je primaire drijfveer? Ik heb 27 jaar van mijn leven eigenlijk alleen maar dingen gedaan voor. Mijn ouders, dat mijn ouders ja. uh, uh, me accepteerden. Uh, voor uh, mensen tegen of, wie ik opkeek. Uh, mijn omgeving vooral, maar niet verbonden met mijn eigen hart. Uh, waarom doe ik wat ik doe? Uh, interessant. Hè? Zit ik nog op mijn eigen weg, mijn eigen pad of loop ik aan het handje van andere mensen? Tweede vraag is, wat heb ik echt nodig om gelukkig te zijn? Dus in mijn praktijk voor integrale geneeskunde had ik toen in drie maanden tijd had ik twee vrouwen met hetzelfde verhaal. Die hadden brand in hun huis. Het huis was totaal afgebrand. En ze hadden beide een identiek verhaal. Ze zeiden, ja, ik had spijt van bepaalde emotionele spullen. die Bijvoorbeeld een fotoboek wat er niet, wat er niet meer is. Maar terwijl we buiten het huis stonden met alles waar het hart in zat. Dus, dus hè, kinderen en ook huisdieren. Wat overheerste was opluchting. Want hoe groter je huis, het oerbrein houdt niet van weggooien, van verzamelen. Dus je slaat veel meer dingen op. En heel veel spullen zijn ruis en afleiding van de essentie. En die vrouw zei: Ah, ik was het weer een soort. Ik besefte op dat moment dat de essentie van het leven niet in spullen zit. Maar in relaties, in verbinding, in liefde, in van betekenis zijn. Dus wat heb je echt nodig om gelukkig te zijn? Is minimalistisch leven. Ik denk dat we allemaal in het Westen geconditioneerd worden van een diploma en dan een baan en dan een huis, een hoekhuis misschien, en twee auto's en drie keer per jaar vakantie. Ja. Maar dat is dat is denk ik helemaal niet interessant. Het zit hem in andere dingen. Wat heb jij nou echt nodig om, ge om ge ge gelukkig te zijn? Dat is denk ik een goede vraag om antwoord op te krijgen. En de derde vraag is... en dat vind ik interessant... omdat ik uh, uh, in mijn geneeskundeopleiding... Uh, werkte ik s'nachts in de terminale waakzorg. Dus ik ging om 11 uur s'avonds naar mensen toe... vrijdagavond die op hun sterfbed lagen... tot zaterdagochtend uh, 7 uur. Dus ik heb zo'n 400 mensen mogen begeleiden op hun sterfbed... in wow. de laatste uren, dagen, weken. So. En dan de derde vraag is, wat zou ik doen als ik nog maar 24 uur zou leven? Want zieke mensen hebben één wens, weer gezond worden, maar gezonde mensen hebben duizend wensen. Maar die morsen met enorm veel vitale levens tijd. Maar als je nog maar 24 uur zou hebben, dan zou je misschien eigenlijk je droom gaan leven, je kan toch niet meer falen. Of je zou eigenlijk die mensen weer op gaan bellen of gaan opzoeken waarvan je houdt, waar je energie van krijgt. Of eigenlijk die woorden nog uitspreken wat je nog niet hebt gedaan. En het zijn voor mij drie cruciale vragen die uh, ja, een beetje resoneren met mijn innerlijk kompas om te kijken van hé, hey, zit ik nog op mijn uh, nog op de juiste koers. Mooi. Waarom vinden toch heel veel mensen dit heel spannend om ook dan echt te doen? Als in ik zie dat heel veel om mij heen in mijn omgeving. Ja, maar ja, ik heb een, uh, ik heb een hypotheek en ik heb mijn kinderen en uh, dit en dat en dat. Dus ja, goed, ik blijf maar in mijn uh, bubbeltje zitten. Ja, wat, wat, waarom zijn wij zijn dan toch zo ver weggedreven in, in de westerse maatschappij. En dat we dat allemaal moet, van ons wordt verwacht? Wat... Ja, ik denk dat we natuurlijk te maken hebben met conditionering. We zijn allemaal mm. geconditioneerd. En uh, die conditionering heeft geleid tot een uh, bepaalde perceptie uh, waarop je de wereld uh, waarneemt. waarneemt. En ik denk dat die. Misschien die maatschappelijke ratrace waar we allemaal aan zitten. Uiteindelijk is het ook natuurlijk heel eng om verantwoordelijkheid te pakken voor je eigen leven. Uh, hoe ik opgeleid ben is, je hebt een klacht. En ook als kind zijn, als ik een klacht had, zijn er mijn ouders van, oké, okay, dan gaan we naar de dokter toe. Want de dokter weet het antwoord. De dokter weet wat er met je aan de hand is. Dus je legt de verantwoordelijkheid ook buiten je. Hè? Ook dat zie je nog veel bij veel uh, oudere doelgroepen van dokter... Uh, ...kunt u het voor, voor me oplossen. En als het pilletje niet werkt, ja, dan ligt het niet aan jou... ...het ligt aan de dokter. Dus ook een beetje ver verantwoordelijkheid buiten je leggen. Mm -hmm. En dat is ook natuurlijk hoe de hele... ...bijna de hele matrix, het hele systeem... ...kijk, de economie... Uh, en de hele maatschappij is er eigenlijk vooral om je veilig te houden. Nou, veiligheid hebben we ook ervaren in de hele coronacrisis. Dat was veiligheid van buitenaf, met mondkapjes en afstand en eventueel een prikje. Dat was eigenlijk een ijswinkel met één smaak die ze aanboden. Mm. En ik stond op de barricade voor weerbaarheid van binnenuit. Ga nou zorgen, hè, want het virus was geen probleem, het was een enorm mild, zwak ev ev evolutionair virus. Maar de verswakte gastheer was vooral een probleem. Dus veiligheid, dat is eigenlijk wat de hele maatschappij. De hele maatschappij wil je eigenlijk economisch nuttig houden. We moeten vooral produceren. We moeten... Waarom werken we 40 uur in de week? Dat, dat stamt nog uit het fabriekstijdperk, dat we met onze handen moesten werken. Waarom niet een zesuur werkdag of een vieruur werkdag? Vraagt niemand zich af. Uh, en ook wel, de maatschappij houdt je ook wel verslaafd. Er zijn ja. allemaal industrieën. Als ik het ook heb over ons oerbrein: het oerbrein heeft een instinct voor eten. Dus uh, overal zijn bewerkte koolhydraten die ons verleiden om de hele dag te eten. Ons oerbrein heeft een instinct voor energie sparen, voor luis zijn. Dus overal is comfort. Als je nou het nou hebt over afstandsbediening, over e-bikes, over roltrappen, over auto's, over afstandsbediening, over smartphones, over elektrische gasmijers, over elektrische stofzuigers. Uh, en het oerbrein heeft een voorkeur voor prikkels. Wat een voordeel was in een prikkelarme savanne waar de prikkels die er waren je potentieel konden doden... En nu is dat instinct gekaapt door Big Tech met, nou ja, met notificaties en met allerlei apps. Want hoe langer je op die apps bent, hoe meer eigenlijk het verdienmodel en, en de beurs van dat betreffende merk stijgt. En ik denk dat je het be, met bewustzijn kun je de perceptie en de conditionering doorbreken. En dan kan je eigenlijk zeggen van hé hey, vrek, wat... Interessant dat het systeem zo werkt. Ik denk niet per se: het systeem laat goede mensen misschien slechte dingen doen. Dat is gewoon het systeem. Uh, maar dan kan je afvragen: van, ja, uh, wil ik ook in die rode lopen, eigenlijk van het wiegje tot het graf, waar alles voor je hmm. uitgerold is. En uh, waarin je gewoon eigenlijk een product bent. Je hoeft niet na te denken. Ja, je, bent gewoon, ja, je moet consumeren. Hoe, kun je dan, hoe kunnen we dan toch? Um inderdaad dat bij, bij die zielsmuziek komen en om, om toch uit die programmering te komen matrix noem het wat wil je dan wat zou jij meegeven aan mensen nou ja ik denk dat dat uh, natuurlijk ook aansluit bij de huidige tijd ook mm -hmm. als je natuurlijk kijkt naar de groei van het bewustzijn of dat we gaan naar het aquarius tijdperk als je ook gaat, gaat kijken naar wat grotere en spirituele stromingen ik denk dat heel veel mensen uh, steeds meer in gewetensnood komen... als ze niet hun ware potentieel volledig aanspreken. Dat mensen dat ook wel weten. En tuurlijk kan je dat een tijd verdoven... met eten en scrollen en, uh, Netflix, en seks en spelletjes ja. en Netflix. Uh, maar, maar, maar die ziel uh, ja, die gaat het signaal steeds groter maken. Bijvoorbeeld hoe ik dan kijk naar het lichaam. En dat vind ik enorm boeiend. En dat is eigenlijk ook wat ik mensen wil leren. Ik bedoel, mensen hebben een huidklacht... En uh, ja, die huidklacht in de reguliere geneeskunde is fotogeneeskunde. Dus die, die gaat eigenlijk, uh, schrijf ik in mijn eerste boek Oersterker 2012 al... eigenlijk is de mens die eraan vastzit niet interessant, maar vooral een stukje huid. Dus je gaat naar een huisarts of een dermatoloog... en ik schrijf in mijn, in mijn eerste boek, heb ik alleen maar een gat nodig in de deur waar je je hand doorheen steekt... want hier ligt de focus, en die geeft een hormoonsalfje. En dat ga je smeren en de huidklacht gaat weg, die chronische huidontsteking... Maar het is eigenlijk net alsof je het benzine lampje uit het dashboard draait dat is gaan branden en zegt zo, het probleem is opgelost. Dit mm -hmm. is een projectie van binnenuit, uit de motor. Dus het lichaam geeft geen huidklacht om je te plagen, maar omdat je wat wil laten weten. Dat er wat in je leefpatroon uit balans is. Dat het kan zijn in je, in je eetpatroon, in je beweeg- of zitpatroon, in je ontspannen- of slaappatroon, of in je denkpatroon. Of in je sociale verbindpatroon, of misschien wel in je zielsmissiepatroon. Dat je... Niet uiting geeft aan je talenten. En dat gaat dan klachten geven? Op... Dat gaat feedback exact. geven in de vorm van signalen. Nou, die huidklacht is niet begrepen, want het hormoonsalfje hebt gezorgd dat de huidklacht er niet is. En het lichaam denkt, maar ik ga het signaal groter maken. Ik ga naar een groter orgaansysteem. Nou, dat is eigenlijk medische verschuifkunde. Dus ineens hebben mensen een jaar later, hebben ze astma. Want dit is, huid is slijmvlies, maar de long is ook slijmvlies. Dus mensen astma, kort ademen, gaan naar de huisarts en krijgen een pufje. En het lichaam denkt, potverdikken, maar ben ik weer niet begrepen. Dus ik ga het signaal maar weer groter maken. En twee jaar later hebben mensen bijvoorbeeld ineens een chronische darmontsteking. Omdat ze de centrale van de slijm En dan denkt het lichaam, ik ga naar een nog vitaler orgaansysteem. En dat is ook vaak wat ik zag in mijn praktijk voor integrale geneeskunde. Ik maak van iedere klacht een film. En als je een film gaat maken van het leven van mensen. Dan snap je hoe iedere klacht ontstaan is. En, en, en welke... Dan meer omdat je dus ook die verbindingen maakt met waar het dus vandaan komt. Ja, je moet klacht. het hologram snappen. Dat Ik alles met elkaar verbonden is. In de geneeskunde hebben we steeds meer subspecialisaties. En aan de poort van het ziekenhuis wordt een patiënt of een mens helemaal uit elkaar getrokken. De lever gaat daarheen, de nieren gaan daarheen, de hersenen gaan daarheen, het hart gaat daarheen. En ze snappen niet meer het samenspel. En vaak krijgen ze natuurlijk allemaal chemische medicijnen. die bijwerking hebben, die de lever extra belasten. die het lichaam misschien wel weer vergiftigen op de lange termijn. Ik ben echt niet tegen medicijnen, maar laten we kijken op de korte termijn. Of medicijnen, maar op de lange termijn, dat we het met voeding en leefstijl of met body-mind interventies of met mm. ook spirituele opdrachten of inzichten of oefeningen, ja, is bijna alles reprogrammeerbaar en oplosbaar. Maar collega's, leren sorry ik dat even zo plat zeg, Richard, wat zijn wij dan uh, in de medische wereld, zeg maar, ver afgedreven van. Om het meer naar het hologram te kijken. Dat, ja. dat, dat hele plaatje. Te ja, dat is, dat is de grap natuurlijk. Dat, en ik probeer alles ook wel een beetje met humor als medicijn aan te vliegen. Maar ik heb natuurlijk in mijn podcast ook heel veel artsen en professoren. die ook wel zeggen: Ja, ik snap het niet. Want als mijn therapie zou werken. dan zouden mijn wachtkamers steeds leger moeten worden. Maar ze worden steeds voller. Hmm. Ik bedoel uh, dat ik uh, in 2008. 4 miljoen mensen chronische aandoening in Nederland. In 2011 dacht ik, dat gaat niet goed in Nederland. 5,3 miljoen mensen chronische aandoening. Ik ga een boek schrijven. 2016, 8,2 miljoen mensen chronische aandoening. 2018, 8,8 miljoen mensen chronische aandoening. 2020 uh, nee, 2019 9,9, 2020 10,2. En nu de laatste cijfers zijn van 1 januari 2021: 10,3 miljoen mensen in Nederland hebben één of meer chronische aandoeningen. Dus, Holy shit. Yes. Uh, het gaat zo snel. En uh, ook wat, met... wat is dat dan toch, wat is dat toch, Richard? Dat we dus. Dat we dus toch met, ons, met onszelf in de knoop komen. Toch de, al die klachten die nu naar buiten komen. Alles bij elkaar, de hele industrieën. Uh, dat, 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 ja. Dit is dus ook een soort doodlopende weg. Ja, ja wat ik met, dat is een beetje mijn missie met Oersterk. Dat ik mensen laat zien. En daar ga ik heel hoog over. Bijna alle chronische ziektes worden veroorzaakt door drie T's. De eerste T is toxic lifestyle. Zal ik zo dan wat dieper op ingaan. De tweede T is trauma's komt ook uitgebreid terug, hè. de andere gasten die op de bank gezeten hebben. Ja. En de derde T is toxines. We krijgen steeds meer gifstof. Niet, niet alleen maar in de voeding, maar ook in de lucht, ook in het ja. water. Ja. Wat het lichaam letterlijk vergiftigt. Je de het uh, zenuwstelsel. En dat het uh, immuunsysteem uh, continu uh, op hol slaat. Overactief. Dat leidt tot laaggadige ontsteking. En laaggadige ontsteking is de rode loper onder andere onder alle welvaartsziekten... Dus ik zeg soms, we plegen allemaal onbewust zelfmoord in slow motion. Mm. Omdat alles draait om energie en ons lichaam begrijpt eigenlijk geen bal van de keuzes die de moderne leefomgeving uitlokt. En we hebben stone age genen en een science fiction omgeving. En dat is een mismatch. Dus, en ik laat mensen eigenlijk zien wat ons ontwerp, onze handleiding, toen we geboren zijn... ...lag er helaas geen handleiding in ons wiegje. Ik bedoel, als je een Ikea-kast koopt, heb je een handleiding. Koop je een auto, heb je een handleiding. Mensen hebben geen, geen handleiding van hun lichaam. En die maken iedere dag eigenlijk te veel verkeerde keuzes dan goede keuzes... ...waardoor je eigenlijk iedere dag uh, energie, balans, energie kwijtraakt, tekortkomt. Ja. Want dat is eigenlijk natuurlijk het leven. Als je iedere dag je zielsmissie leeft... ...je maakt de juiste leefstakkeuzes, je bent op de juiste plek in het leven... Dan heb je iedere dag meer energie. En die meer energie die kan je gebruiken om te groeien: fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel. En wat je nu ziet, is dat mensen eigenlijk chronische roofbouw plegen. De hele omgeving lokt de verkeerde keuze uit. Dat mensen iedere dag energie tekort hebben. Dus we lenen vitale levenstijd van de toekomst. En daardoor zie je dat vrouwen nu op 40,5 jaar chronisch ziek worden in Nederland. En mannen 47,2. Dus we hebben eigenlijk 40 ziektejaren, 40 jaren met medicijnen, artsen, operaties. Omdat we die vitale levenstijd, die energie, eigenlijk al opgeslurpt hebben in die eerste 40 jaar. Omdat we iedere dag nu, vandaag roofbouw plegen, maar dat lenen we van de toekomst. Zo, ja. Waardoor op een bepaald punt je lichaam zegt, nu kan ik niet meer compenseren. En dan komt het ineens tot uiting, tot een ziekte of een chronische aandoening. Ja. Maar dat is niet in een week en in een maand ontstaan. Ook niet in een jaar. Het is gewoon dat ik dan denk: hoe kan het dan in godsnaam dat. Ja, hoe, hoe kan het dan dat het in de reguliere zorg. Die moeten ook die cijfers zien dat het zo steeds slechter wordt. Ja. Dat daar nog zo. In mijn optiek, en zeg mij misschien, Richard, zie, zie jij uh, al enorme verschuivingen. Ik denk het ook, hè, gelukkig maar. Maar toch dat het. Het zit nog wel roestvast. Roest, uh, ja, maar dat. Komt oude in de, systeem. Komen dan toch op de Big Farm en natuurlijk nou, nou, Ja, natuurlijk. Ja, is, de ziekte is een fantastische economie. En uh, er werken anderhalf miljoen mensen in Nederland in de zorg. Uh, de huidige geneeskunde eigenlijk hebben we geen gezondheidszorg. Dat vind ik ook natuurlijk een foute term. We hebben vooral ziektezorg. Mm. Ik bedoel, iedereen in de geneeskunde is aan het dweilen. Het bad stroomt al jaren over. We hebben nu al een zorginvact, maar niemand vraagt zich af en niemand heeft tijd. Waar zit de kraan? En kunnen we de kraan dichtdraaien? Hè? Ik bedoel, ik ben een groot promotor van preventie en leefstijl. Voor 1900 waren infectieziekten de belangrijkste doodsoorzaak. Toen was het mantra voor every ill and pill. En infectieziekten eigenlijk het enige echte medicijn is en was antibiotica. Na 1900 zijn welvaartsziektes de belangrijkste doodsoorzaak geworden. En we behandelen het nog steeds met every ill and pill. Alleen het is een illusie dat je dat met een pilletje kan oplossen. Want de schade is door een onnatuurlijke leven, onnatuurlijk leven veroorzaakt. Dus als een ongezonde leefstijl de oorzaak is, laat dan een gezonde leefstijl het medicijn zijn. Maar natuurlijk, interventies zijn niet te patenteren. Dus daar gaat geen onderzoeksgeld heen. Het kost heel duur. Dus het dus oude systeem zal imploderen, zal sterven. En er zal een nieuw systeem in de geneeskunde, in het onderwijs, het monetaire systeem zien we natuurlijk al bibberen nu. Dus de oude wereld... En dat zal gewoon gebeuren. En dat is altijd in de evolutie zo geweest, uh, dat we weer een, in, in een transitie komen. Gelukkig maar. Zie je dat nu heel erg dus ontstaan? Dat we al in die transitie zitten? We zitten er midden in. Kijk, en voel ik ja, om je heen. Ja. 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 Maar dat zie je dus ook in, op, uh, in, in, de, in de geneeskunde. Ja, nou absoluut. Kijk, in de geneeskunde zie je ook de jonge generatie artsen steeds meer van voeding en leefstijl vragen. Het is Mooi. als keuzevak in de opleiding, maar normaal huisarts is negen jaar, medisch specialist is twaalf jaar. Dus als je het vandaag leert, dan ben je pas na negen of twaalf jaar gaan die professionals werken. Nogmaals, ik heb groot respect voor alle artsen. Tuurlijk, die kunnen. doen het ook vanuit hun het zijn, opleiding. Ja, ik bedoel, ik weet zelf wat voor gepassioneerde zielen het zijn als je aan die opleidingen begint. Je wil de wereld eh, nou eigenlijk, eh, je wil mensen beter maken, je wil de wereld beter maken. Alleen ik heb ook wel een beetje ervaren dat het systeem uh, ja, het is zo klinisch is en ook wel om te overleven. Ik bedoel, ik weet nog wel dat ik in het ziekenhuis wer werkte, de hele dag volle wachtkamers. Je hebt het gevoel dat de hele wereld ziek is. Ik heb ook op oncologie, op, nou ja, wat ik zei, in terminale waakzorg, in allerlei afdelingen. Je moet ook wel een bepaald emotioneel deel afsluiten. Want anders uh, mm. kan, je, kan je bijna niet functioneren als je uh, naar al die ellende van de mensen moet verteren. Dus je gaat heel rationeel. Uh, ...overleven. En je wordt ook heel rationeel, klinisch opgeleid. Waardoor in mijn optiek ook wel... ...ik vaak zie dat ik denk ook heel veel... ...werkers in de zorg ook wel een beetje... ...de verbinding met hun ziel kwijtraken. Ik merk dat er ook heel veel medische specialisten... Uh, ...nu ook uit het systeem stappen... ...en ook veel holistischer gaan werken. En ook, oh. uh, ook ja, spiritueler... ...ook met voeding en leefstijl. Uh, omdat ze ook wel zien dat... Uh, ja je relatief heel weinig impact maakt de huidige geneeskunde is echt expert fantastisch op de acute geneeskunde Ik bedoel daar zijn ze in, ja. bedoel ernstige infectie darmontsteking op een beenbreuk fantastisch fantastisch magisch maar chronische aandoeningen dus de ziekte last nu ook als je kijkt naar welvaartsziektes ja daar zijn ze eigenlijk veel te arrogant en eigenlijk als mensen onnatuurlijk leven krijg je signalen en dan gaan ze eigenlijk naar het verkeerde systeem toe, de geneeskunde... die eigenlijk daar niets van geleerd heeft, daar niets van snapt... ook de oorzaak van de oorzaak niet kan aanpakken... en eigenlijk met medische me, uh, medicijnen ze van de oplossing weghouden... en in, in, de, in de jaren het probleem misschien alleen maar erger maken... Mm -hmm. En dat ook niet willen inzien. Een beetje, ja, ik... Wat is dat dan, Richard? Waarom, ja. waarom is dat dan toch van ik ben uh, opgeleid en ik weet Ja, het, het is, is wel ofzo? een beetje een mantra wat ik niet in mijn opleiding heb geleerd uh, ja. uh, en wat ik niet ken. Dat bestaat niet en dat werkt niet. Ik bedoel, het is nog steeds de mythologie dat huisartsen of artsen zeggen van, nou, als je maar gevarieerd eet, dan krijg je alle voedingsstoffen optimaal binnen. Of over alternatieve stromingen. Eh, als ze al iets horen van nee, joh, dat, uh, dat werkt niet. Nee, dat, uh, dat wordt dan vaak dat is meteen bewezen, het, bewezen. Exact. Hè? Er wordt meteen in een hoekje gedouwd ja. en gelabeld. Hoe, hoe, hoe kunnen we dan toch daaruit komen? Laat ik het zo maar zeggen. Want dat is toch een belangrijke rol ook hè, voor, die, voor die huisarts, Om daar misschien ja. toch meer richting een holistisch. Of zie je dat, het, dat die verandering toch vanuit. Onderaf. Ja, de revolutie komt van onderaf. Ik ben uiteindelijk echt een verbinder, ook een bruggenbouwer. Kijk, ik vind uiteindelijk het grootste lijden in de geneeskunde. is dat de patiënt vandaag niet de beste zorg krijgt. omdat we regulier en complementair gescheiden hebben, vooral vanuit ego en financiële belangen. Ik wil die complementaire geneeskunde. Ik heb ortomoleculaire geneeskunde gedaan. Orthomoleculair is een fantastisch woord, betekent de juiste bouwstenen van het leven. Dat is niet alleen maar vitamines, mineralen of koolhydraten, eiwitten, vetten. Dat is ook zonlicht. Dat is ook mm -hmm. huid-huidcontact. Dat is ook een levensdoel. Dat is ook slaap. Dat is ook uh, intimiteit. Dat is verbinding. Uh, dat is ook zuurstof. Dat is uh, verbinding met de natuur. En die fitoside inademen als je in een bos loopt. Dus ben gespecialiseerd in de psychoneuroimmunologie. Dus het samenspel van het zenuwstelsel en het immuunsysteem. en eigenlijk alles wat je denkt en voelt. Mm -hmm. uh, ja, we zijn, we zijn holistische, energetische wezens. En die basis wordt natuurlijk eigenlijk al niet herkend. Het is, het is eigenlijk wat ik al heel interessant vond in mijn geneeskundeopleiding. Het is een beetje. Uh, de botsing tussen Newton en Einstein. De reguliere geneeskunde is eerst zien dan geloven. En een beetje van je hebt cellen, cellen worden organen, organen vormen orgaansystemen, dat wordt een lichaam en dan met een brein. En een brein creëert bewustzijn. Hè, dat is Newton. Maar je hebt mm -hmm. ook Einstein, kwam Fisca, die zegt bewustzijn is het startpunt van alles. Bewustzijn zorgt een in intelligentie dat stoffen, dat cellen bij elkaar komen en daar, uh, daar ontstaat een lichaam uit. En kwantumfysica, dat is denk ik werkelijk uh, ook het magische gebied als je het hebt over genezing en over heling, wat in de geneeskunde. Maar ik denk dus ook dat regulier en complementair veel meer met een open mind elkaar mag gaan aanvullen, ja, zodat mooi. patiënten, maar wat gewoon mensen, vind ik wel mooier mooie woord, ja. een vreemde van patiënten, de, veel meer de beste zorg gaan krijgen. En ik denk dat die revolutie absoluut, dat tipping point komt van onderaf. Ja, zitten we dichtbij dat tipping point? Ja. Nou, ik dus bedoel met ja, ik denk dat we. We hebben nu al een zorginfarct. Dus dat is natuurlijk heel mooi. Dat. Kijk, de wal uh, zal het schip gaan keren. Ik bedoel. Uh, het is, we betalen nu. Ja, het is het 120 euro per maand aan de basiszorgverzekering. Nou, uh, we hebben nu ongeveer 100 miljard euro zorgkosten. Dat gaat stijgen tot 174 miljard in 2040. Dat betekent dat in 2040, over 17 jaar, hè, dat, daar zijn we zo. Ja. Betalen we allemaal 400 euro. Per maand per persoon aan de basiszorgverzekering. Per persoon 400 euro. Dat zien we nu al een beetje. dat we ieder jaar met 10, 15 euro per, per maand omhoog gaan. Hè? Dus die weg loopt letterlijk dood. Dus uh, ja. Uh, en dat is dus ook een, een goede prikkel. voor het oude systeem, zo zeggen. Om, om ook te veranderen. Dat we veel meer uh, antwoorden. in primaire preventie. in leefstijl. Helemaal maar ingewikkeld. Maar toch om ook even te zeggen. Daar, daar zit natuurlijk de Big Pharma niet op te wachten. Nee. Dus hoe zie jij dat, hoe zie jij dat uh, zich gaan ontwikkelen? Dat je, zie, zie jij dat dan ja. nu, nu ook al een soort uh, strijd gaande? Of, 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 of zie je dat echt een soort van implo imploderen, omdat dat bewustzijn steeds groter wordt? Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Waar, waar zie je dan. Ja, ik dat denk dat, dat, dat we. En er zijn ook uh, uh, heel veel andere experts en artsen die zich ook steeds meer uitspreken. Bijvoorbeeld uh, Asim Mulhoutra, Dat is een cardioloog uit Engeland. Uh, fantastisch. Uh, lifestyle medicine doctor op Instagram. Als je, uh, hij laat bijvoorbeeld ook zien, eerst bijvoorbeeld al met, uh, met statines. Statines zijn cholesterolverlagers. Is uh, de, de, eigenlijk de grootste farmaceutische melkhoer wereldwijd. Maar is natuurlijk ook echt een. Uh, ja, een enorme leugen dat verzadigd vet met cholesterol en hartevaartziekten en statines. Uh, ook natuurlijk met, met corona, als je kijkt naar vaccinaties. laat hij nu heel goed zien dat uh, de bijwerkingen twee keer zo groot zijn als de uh, voordelen. Dus ik denk dat steeds maar de komende jaren de werkelijke agenda van de farmacie. Hij mm. laat uiteindelijk heel treffend zien, en dat is allemaal wetenschap: dat de farmaceutische industrie maatschappelijk netto nu een groter negatief effect heeft dan een groter positief effect. Dus als de farmacie vandaag helemaal zou stoppen. Uh, tuurlijk zouden mensen sterven die een unieke genetische mutatie hebben waar een, een duur medicijn voor is, maar netto zou de wereld, de maatschappij, gezonder worden. Want de farmacuur wereldwijd nu veel meer schade dan dat het goed doet. Wow. Dat is denk ik een goed startpunt om te beseffen. Maar ook ik denk dat, ook nu met corona, als je kijkt, dat die corruptie en die verschrikkelijke tyrannie en die propaganda, dat de waarheid uh, en liefde, die overwinnen altijd. Dus er zal steeds meer uh, uh, boven tafel komen, uh, er zal steeds meer doorcijpelen. Dus ik denk dat het ook bij gaat dragen aan. Dat mensen ja, ook steeds meer om verandering gaan vragen. Dat mensen zich gaan verzetten. Dat het enorme gebrek aan ethiek en die structuren, ja, dat past gewoon niet meer bij die nieuwe wereld. Dus ik denk ook dat het gaat imploderen. Die hebben gewoon in die oude wereld flink geld kunnen verdienen. Maar ik denk zeker dat in die nieuwe wereld veel meer plek gaat zijn voor natuurlijke interventies. Mooi. Toch zie ik ook heel veel mensen, Richard, die, die ook uh, dat heel confronterend vinden. Om dus steeds meer achter die corruptie te komen en eigenlijk op al die systemen... want zo zie ik het. Ja. Weet je, als ik, als ik dan kijk... vanuit mijn achtergrond, vanuit de media... hoe het de laatste jaren is geweest... en hoe dat toch ongekend is... maar ja. ik zie dus ook dat heel veel mensen... het heel lastig vinden nog. Hoe zie jij die ontwikkeling plaatsvinden? Dat toch, zie jij dan toch dat mensen... ja, uh, ook nog... door een stuk van zichzelf heen moeten? Ja. Van, van, van dat hele perceptie en oh, fuck, maar het zit toch iets anders in elkaar? Ja, nou, dan moet ik moet zeggen dat ik dat ook wel zelf herken. Hoor. Dat de afgelopen jaren, hoe meer je je inleest, mm -hmm. hoe meer je documentaires kijkt, hoe meer je, je verdiept. Dat je soms echt denkt van, ah, fuck, had ik dat maar liever niet geweten of zo. Want dan valt soms gewoon weer een deur achter je dicht. Dat je denkt, oké, okay, dat kan ook niet meer. Of dat is ook anders dan ik dacht. En, uh, maar ja, de enige zekerheid die je natuurlijk hebt in het leven, bent jezelf. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je weet wat je kernwaarden zijn. Uh, en ja, dat sluit ook aan hoe je wil, hoe andere mensen met je omgaan, maar ook hoe organisaties of hele grote instituten met je omgaan. En ik denk dat ook het gevoel dat je veilig bent met de zorg van al die instituten is natuurlijk ook gewoon schijnveiligheid. Want nogmaals, alle zekerheid zit in jezelf. En Klinkt misschien erg pessimistisch. zeg, je wordt in je eentje naakt geboren en je gaat in je eentje naakt dood. <laughs> en maak wat leuks van de tussentijd. Maar, uh, <laughs> ik snap wel wat je bedoelt zeggen. Dus het geeft een enorme rust als je gewoon uh, voelt van oké, okay, uh, ik, ik vind de rust in mezelf. Uh, ik weet wat mijn kernwaarden zijn. Uh, heel, alles buiten me is, is onzeker. Maar ik red het altijd wat er ook gebeurt. En ik blijf, ik blijf trouw aan mijn principes en kernwaarden. Ja. En ik omring me met gelijkgestemden en ik geef mijn geld aan die organisaties of die supermarkt-instituten die aansluiten bij die principes, want zo bouwen we met z'n allen een nieuwe, betere wereld. Mooi. Dus ook wel dus echt een stukje zelfverantwoordelijkheid pakken. Ja, maar wat je dus zei in, in eerste instantie, je zal in eerste instantie geconfronteerd worden met uh, ja, die negatieve overtuigingen of die oude trauma's of wonden. Uh, en dat is een kans om te groeien. En dat is, en dat is een beetje ook de uh, paradox van onze blauwdruk. Wij hebben een oerbrein dat uh, altijd weg van de pijnreacties hebt. Mm -hmm. ook dus, Pijnvermijdende. Ja, Deze. maar weg van de wond, wa, 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 waardoor we hem ook niet kunnen helen. Waardoor we waardoor een voordeel hebt. Op korte termijn ga je weg van pijn. Maar op de lange termijn wordt de pijn groter. En dat is een beetje. Dus als je naar de wond toe gaat, wat het oerbrein heel eng vindt en wat het ego heel eng vindt. Mm -hmm. Het is allemaal niet eng. Het is, het is, een, het is een enorm mooi, helend, uh, thuiskomend proces. Maar de ego geeft dat gevoel, of dat, dat angstbeeld... en ook dat gevoel uh, van, nee, je moet weg. Je moet, uh, maar dus ook dat ego en dat oerbrein moeten we een beetje doorzien. En met het mensenbrein oké, okay, kom maar hero. Je bent bang, het mag, maar we gaan het samen doen. En, maar we moeten naar die wond toe om te helen. En dat is ook een heel leuk en een heel mooi. En ik heb... Heel veel sessies gehad dat ik huilend uh, weer wat heb mogen aankijken of weer een uh, regressie in zicht heb gehad. Of denk ik denk, oh, wat fijn, want ik ben weer iets, iets vrijer geworden. En, uh, en dan ziet de buitenwereld er ook weer gelijk een stuk, een, stuk, een stuk leuker uit. Dus het is vooral ook heel veel innerlijk werk. Ja. Wat dus ook een heel leuk, wat ik wil zeggen. Wat, dus de, de, nee, het is, nee, alleen dat is je mooie. oerbrein zegt, het is ja. eng, het is spannend, je moet er van blijven, het is complex. Nee, dat is het niet. Ik kom er steeds meer achter, wel dat, in ieder geval zo zie ik hem, dat dit wel een van de belangrijkste sleutels is. En jij zei het net ook, om, om ook vrijer te gaan leven. Om dus wel echt onze processen aan te kijken. En daar, vanuit daaruit, in mijn optiek zie ik het steeds meer, uh, ga je vrijer leven, maar gaat dus ook meer in je bewustzijn groeien. En kunnen we dus vanuit dat bewustzijn een mooiere wereld creëren. Ja. Zie je? Dat, voel je dat, ja. dat ook zo? Ja, en daarom is het belangrijk dat je helder hebt uh, wat je hoogste waarden zijn. Hè? Dus mm -hmm. wat je belangrijk vindt. Als je dag niet vult met hoge prioriteit actie, dan wordt je dag gevuld met lage prioriteit afleidingen. En dat is wat heel veel mensen die leven reactief. Maar weer een dag voorbij. En, en weer een week, en weer een maand en weer een jaar. Maar dat is als je gewoon meedraait in het sy systeem. Maar als je weet wat je belangrijk vindt. En dat gaat inplannen in je agenda, dan, dan ontstaat die ruimte vanzelf. En dan gaat tijd veel langzamer, je hebt veel meer vervulling. Je maakt, omdat je uit, ja, bijna uit de massa-radmotie uh, stapt van uh, ja, gewoon het, het moderne leven. Ja, en dat hoor je toch ook wel mensen zeggen op hun sterfbed: dat ze toch daar spijt van hebben. Dat ze toch te weinig echt hebben geleefd met hun naasten en maar in die red race blijven hangen. Ja, en dat denk ik dat onze generatie, ook jij en ik... Hè, mensen zitten 3,5 uur per dag gemiddeld op hun smartphone. En dat is een bekende onderzoek van de top 5 redenen... waar mensen spijt van hebben op hun sterfbed. Nou, onze generatie zit gemiddeld 3,5 uur per dag op hun smartphone. Dus als je dat kijkt over een leven van 80 jaar... dan liggen wij straks op ons sterfbed... en hebben we 11,2 jaar van ons leven dag en nacht... <laughs> naar dat schermpje lopen staren. Nou, ik weet zeker dat die straks in ons generatie top 5 staat. Ik wou dat ik wat minder naar dat Zo. schermpje getuigd had en wat meer deel had genomen aan het leven. In plaats van, hè, dit is consumeren en in het leven kun je produceren, kun je jouw waarde leveren. Wat, wat wil je inderdaad meegeven? Want ik, 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 ik ken mezelf er ook wel in. Zeker met, 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 met toch het platform wat je op wil richten. Ik zit ook heel veel op mijn telefoon. Wegkeilen, weg, dat ding? Nee hoor, kijk, nee, kijk, ik zeg dus reactief is gewoon uh, consumeren. En je zit ineens in kartenfilmpjes en je zit ineens, weet je wel, weer een uur om. Je kan het ook heel erg productief gebruiken voor uh, persoonlijke ontwikkeling. Zeker ook, mm -hmm. denk ik, uh, onze platforms. Maar wat ik bijvoorbeeld heb gedaan, is dat ik gewoon... Kan je bij instellingen op alle social media apps die bij mij in, uh, in, in zo'n uh, zo bakje zitten... Een limiet van een uur. En dan gaat de blokkade er gewoon op. Het oh, goed, joh. Dus ja. ik kan een uur per dag op social media. En uh, dat red ik trouwens, uh, nou ja, vaak niet. Ik zit vaak 55 minuten. Maar als ik een uur heb, boem, dan gaat de blokkade erop. En zo heb dat ik goed, mijn ja. oerbrein gekaderd. Omdat ik gewoon nou ja, verder Jij wil wilt mijn controle, aan leven. zelf ja. houden. Ja. Heb je meer van dat soort tips? Ter, inderdaad, om toch mensen in die hoge prioriteiten te houden. En af te, af te houden van, de, van die. Nou ja, verslavingen of wat dan ook, die je ja. alleen maar afleiden. Nou, dat is in principe natuurlijk gewoon je mensbrein trainen. En je mensbrein, we hebben dus een oerbrein. Het oerbrein bestaat uit twee delen. Het, de hersenstam, het reptielbrein, daar zitten de instincten. Mm -hmm. En het zoogdierenbrein, het limbisch systeem, daar zitten de emoties. Onder andere de amygdala met angst. Heel veel mensen doen dingen niet vanuit angst, maar dingen wel vanuit plezier of vanuit verlangen. Maar eigenlijk de prefrontale cortex, de hersenschors, is relatief nieuw. Slechts vijf minuten op een klok van 24 uur. En dat, daar zit beheersing. Daarmee kunnen we ons oerbrein remmen. Dus we moeten eigenlijk ons mensbrein trainen. Nou, hoe doen we dat? Wat ik zei, bijvoorbeeld met een ochtendroutine. Maar ook natuurlijk meditatie. Meditatie, eigenlijk alle dieren die reageren instinctief. Dus er is een stimulus en ze reageren gelijk met een respons. Wat je ook met Pavlov, Pavlov dat belletje mm -hmm. en honden gaan kwijlen. De mens heeft het vermogen, onderscheid ons van dieren, dat er een stimulus is om die op te merken. En eigenlijk dan met onze vrije wil te zeggen, oké, okay, van hoe wil ik gaan reageren? Mm. En dan een respons te geven. En, en eigenlijk die ruimte tussen stimulus en re respons, daar ligt innerlijke vrijheid. Uh, en dat kun je trainen met onder andere met meditatie. Omdat je dus dan dat momentum ziet aankomen. Ja. Je een beetje regen. Hé, hey, daar is ie weer. Ja, je oerbrein. Hoe ga ik erop regeren? ...heeft een primaire motivatie. Dus bijvoorbeeld. Uh, nou, wat zie je als je gaat stappen in het uitgaansleven? Hoe later het wordt op de avond en in de nacht, hoe meer vechtpartijen er zijn. Ja. Omdat mensen drinken meer alcohol en alcohol schakelt de frontale hersenschors uit. Dat is de rem op het oerbrein. Dus. Het oerbrein gaat domineren. En nou ja, om uh, half twee s'nachts hoef je maar tegen iemand te zeggen: Wat ben jij een klootzak? En die hebt hem. het oerbrein, die, die denkt: Ik sla hem op zijn smoel. Dat is de primaire motivatie. Maar het mensbrein die, die merkt dat op en denkt: Hé, hey, wacht, even wachten. Wil ik hem op zijn smoel slaan? Oké, okay, nee, ik wil zo niet met mensen omgaan. Volgens mijn kernwaarden: Ten eerste, die gast is breed. Ik ben niet zo breed, dus ik kan misschien beter even omlopen. Ik kan nu wat zeggen, ik kan ook niet zeggen, doe wijze, lopen, maar gewoon langs. Of ik kan mijn vrienden gaan halen. Nou, die secundaire motivatie, dat is het mensbrein. En die ruimte om dat op te merken, dat je je primaire motivatie overstijgt. Je ziet mensen die heel erg op het niveau van hun oerbrein leven... hebben veel meer overgewicht en veel meer ontstekingsziekten. Omdat ze ook continu snijden. Mm -hmm. Hebben ook veel meer schulden. Omdat, die zien de nieuwe iPhone, in een keer 1400 euro, kopen. Die hebben het helemaal niet. Het mensbrein kan ingrijpen en zeggen van, hé... Hey, je kan 140 euro in de maand sparen. Dus oké, okay, over tien maanden kan je hem kopen. Ook veel meer scheidingen. Want normaal als je vrouw zegt uh, ja, iets minder leuks... en je geeft er gelijk een klap op, je, uh, op de gezicht... is de kans groter dat er op een gegeven moment een scheiding plaatsvindt. Dus het is fijn dat je een mensbrein hebt om in te grijpen... en ook te reageren met je mond en met je handjes volgens je kernwaarde. Dat is echt het mensbrein. Dus veel meer ontspanning ingebouwen in je leven. Of nou ja. eens meditatie... Of visualisatie, maar bijvoorbeeld ook bufferblokken. Ik heb twee keer in de week een uur in mijn agenda dat heet een afspraak met mijn bijniertjes. Waarom? Omdat de bijniertjes liggen aan weerszijden op de nier, dat zijn de kleinste organen in het lichaam, wegen 5 gram per stuk. Waarom wegen ze maar 5 gram per stuk? Omdat ze vroeger bijna altijd uitstonden en soms aan moesten. Er was soms acute stress, maar nooit chronische stress. Nu staan ze bijna altijd aan en mogen ze soms uit, maar daar zijn ze niet voor gemaakt. Daarom hebben we 1,2 miljoen mensen een burn-out. Wow. Dus en, en die twee afspraken in de week: een afspraak met mijn bijniertjes, omdat mijn agenda vaak vol is met leuke dingen, vind ik het niet vol als, als ik altijd druk ben. Dan kan ik op dat moment beslissen waar heb ik behoefte aan. En uh, dan ga ik met mijn hond in het park lopen. Of ik ga een boek lezen. Of ik ga een bakkie doen of met, met, met een vriend. Of... En dus echt, echt ontspanning in gaan plannen Als dat ik bij goed, de meeste mensen hun agenda vraag... of hun smartphone en hun agenda... zijn ze echt trouw aan in allerlei inspanningsactiviteiten. Maar hun zelf, zelfzorg, ontspanning staat er niet in. Mensen vergeten... Ja, dat komt aan het einde wel aan de beurt. Maar nogmaals, het universum kent geen leegte. Dus alles wordt opgevuld. Dus ga je zelfzorg, ga je ontspanning... Ga dat als eerste kaderen. Dat is ook een stukje eigenliefde. Dat is zelfliefde, absoluut. Ja. Maar dat is natuurlijk ook. Wat, als je niet goed voor jezelf zorgt, kan je ook niet goed voor anderen zorgen. Ja. En dus ook echt, inderdaad, dat vind ik zo mooi. Dus echt ook, dus inblokken in je agenda. Voor hey, dat stukje echt zelfliefde en uh, dit is mijn moment. Anders word je dus opgeslokt. Op alles, maar alles, je vakanties, je sauna-dagen, je vrije avonden, dat is het eerste, dat, dat plan ik als bijna als enige in mijn agenda. Goed. Dat zijn het, zeg ik, altijd, de stenen in mijn jaar, want ja. de rest loopt toch automatisch vol met water. Want zeker met de bedrijfsactiviteit, het universum kent geen, er is altijd werk. Er is, maar het magische vind ik, ook als ik zeg, ik heb nu elf boeken geschreven. En ik denk achteraf van mooi, waar heb ik de tijd vandaan gehaald om een boek te schrijven. Maar als ik gewoon weer zeg: ik ga een boek schrijven en nou, je plant het in. Dan, dan werkt het hele universum mee. En dan is er gewoon ruimte en tijd om een boek te schrijven. Of wat je nog wil. Alleen je moet het wel proactief moet je weten wat je belangrijk vindt. Dan werkt het universum met je mee. Ja, ja Dat ken ik wel. En voor je weet, wordt je overspoeld met allemaal werk. Heel reactief, en dan uh, ben je weer achter je eigen staat aan aan het rennen. Exact. Ja. ja, dus echt inplannen. Wow. E, wat, Echt waar is het? Ik hang aan je lippen en ik hoor zo'n ontzettend gepassioneerde man. Heb je, heb, is, is dit altijd iets van jou geweest? Ook, ook als als kind? Of, waar, 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 waar kwam dat vandaan? Dat je zo de, dat deze zielsmissie voelt? Ja, ik, nou, ik ben altijd wel uh, <laughs> nee, ik ben enthousiast, gepassioneerd. Dat is nog steeds een leerpunt. Ook met presentaties dat ik soms voor <laughs> sommige toehoorders wat rustiger mag praten. Uh, maar nee, ik ben altijd wel. Als ik iets doe, dan ga ik er vol voor. Ik, mm -hmm. Toen ik jong was, acht, negen, toen begon ik met vogels te kweken. En ik heb, uh, mocht van mijn ouders een volière hebben in de achtertuin en dan had ik allemaal uh, vogelsoorten. Maar echt gewoon, uh, ja, ik ben jeugdkampioen geweest in Nederland. Oh, echt? En ja, echt gewoon, dus met mijn eigen ringen en mijn en dan had ik met tentoonstelling in november had ik die kootjes op uh, zolder. En dan ging ik zelf eivoer al maken. Want ik kon ook al met voer, met, met, met zelf verse eieren of beschuiten... met bepaalde ingrediënten kon je veel betere vacht krijgen. En ik werkte met spiegeltjes en met plantenspuit. En met die kootjes ging ik lopen en tegen die vogels praten. Want de keurmeester, als hij zo'n kootje pakte en een vogel vloog van de stok... had je een paar uh, punten minder. Dus ik ben altijd wel vrij maniakaal geweest. Als ik iets doe, dan ga ik, ga ik all-in... Uh, maar ja, ook met wat ik nu doe. Uh, maar ook misschien een belangrijk punt is geweest dat ik op de middelbare school zat. Ik had één oma en één opa. Die werden beide terminaal ziek. En ik weet dat ik ook aan hun sterfbed zat. Mm. Uh, en dat ik me zo machteloos voelde. En dat ik toen dacht van, oh, als ik nu arts ben, als ik dokter ben, kan ik ze misschien wel genezen, beter maken. Maar kan ze in ieder geval minder laten lijden. Dus ik wilde oh. toen ik dus. Basisschool altijd dierenarts worden. Ik heb stage gelopen bij dierenartsen. Ik was gek van dieren. Ik ben nog steeds gek van dieren. Mm -hmm. Ik heb een hond. Ik heb twee katten. Ik, ben, ik vind dieren echt de loyaalste, zuiverste wezens. Als je kijkt wat trouw en wat, wat vriendschap is. Uh, maar dat verschoof toen naar uh, de mens. En in 2002 ben ik begonnen aan geneeskunde op de vu. Uh, waar je vooral natuurlijk in al die blokken allerlei aparte eilandjes ligt. En in mijn geneeskundeopleiding deed ik al transcendente dieptemeditatie, reiki, kung, ayurveda, fytotherapie, planten, kruiden, kinesiologie, spiertesten, meridianen, chakras. Hoe kwam, dat, hoe, hoe, was je, hoe kwam dat toch op jouw pad, dat je daar ook al heel erg in... ging? Dat ik zelf allerlei klachten en problemen had. Ik, ik was enorm onzeker, ik was angstig, ik had huidklachten. Maar ben je dat helemaal zelf gaan onderzoeken, of had je mensen om je heen die... die je daarin ook uh, geholpen hebben of was het echt uh, oh, om, omdat je dat voelde van hé hey, ik wil hier iets aan doen let's go ik ben een onderzoeker ja ik denk vooral dat ik zelf op zoek ben gegaan ja, ja en ik heb enorm belachelijk veel uh, psychologen therapeuten nou noem het op en ik ben dus dat ze denk ik ook uh, ik heb enorm veel doorleefd waardoor ik denk ik nu ook en ook in mijn praktijk verenigbare geneeskunde ik heb mm -hmm. ik heb 4000 patiënten maar gewoon mensen een op één mogen begeleiden. Zeker toen ik bekende was, waren de die ik kreeg enorm complex. Mensen kwamen uit heel Europa naar me toe, waardoor het niet meer een exempje of een moeheidje of een darmklacht was. Maar mensen hadden meerdere chronische aandoeningen. Ik had een enorm groot succespercentage, maar ook dat ik. Ik ben echt een mensenmens. Ik, ik hou van mensen. Dus ik denk dat ik heel goed kan luisteren, mensen kan inleven. En dat voelen mensen. Mm -hmm. Maar ook enorm veel ervaring met wat ik zelf al doorleefd had en aange, aangegaan was. Ik heb belachelijk veel, veel opleidingen gedaan. Eigenlijk vanuit een. Ik had als kind zijn natuurlijk hebben we allemaal een variatie van. Ik ben niet goed genoeg. Mm Het -hmm. heb ze bij mij geuit. Ik weet niet voldoende. Voor mij is. Maar kwam dat dan toch vandaan dat je dat. Komt dat echt vanuit die trauma misschien met je, met je ogen? Ja. Ik... Of, of, nou, ik, of, nee, maar als een jong kind. Ik stotterde enorm. En ik mm -hmm. denk dat vele stotteraars dat zullen herkennen. Als, je, als ik stotterde iedere minuut, ik kon mijn naam niet uitspreken. Ik nam thuis de telefoon ook niet op, want ik kon Richard niet uitspreken. Iedere keer dat ik stotterde, en dat was een paar keer per minuut, had ik een interne kritische. Ah, sukkel, wat beter. Dus ik was heel erg gespecialiseerd in zelfaarwijzing. Dus mm. ik had een heel laag zelfbeeld, omdat ik uh, enorm kritisch was op mezelf en mezelf niet veel waard vond. Uh, dus, en voor mij was studeren, maar ook humor, grappen maken, adrem zijn en kennis was een manier geworden om, om, uh, om, om, om te mogen zijn. Maar mm. misschien ook wel heel erg natuurlijk wat een kind kan koppelen. Als ik met een rapport thuis kwam, zei mijn moeder, jeetje, wat goed, ik hou van je, ik ben trots op je. Mm. Ja, vooral misschien gekoppeld. Dus dat zijn ook natuurlijk koppelingetjes die, uh, die je maakt. Uh, en ik heb meer dan duizend boeken gelezen. Dus ik had een boekenkast met meer dan duizend boeken. Totdat ik twee jaar geleden voelde van... ja, oké, okay, dat mag ik loslaten. Dat dient, nu heb ik niet meer nodig. Dus ik heb alle boeken op Marktplaats, mijn oudste zoon Noah, <laughs> gedaan. Dus nu heb ik geen boeken meer. Ik voelde van, ik mag gewoon weer terugvallen in, in de leegte, in het niets. Want en dan mezelf ook weer opnieuw uit gaan vinden. Want dat dient me niet meer. Uh, ja. Dus ja, dat is ook gewoon een proces geweest van continu aan jezelf werken... Uh, daar anderen weer uh, ja, bij inspireren. Normaal met Oesterk bereiken we enorm veel mensen. Ik schrijf ieder jaar een boek, dus eigenlijk dus in de geneeskundeopleiding ik heb geen leuke tijd gehad, want ik moest iedere week presenteren en ik stotterde, dus vond ik verschrikkelijk. Ik moest één keer een presentatie geven over een pancreatitis. Dat is een ontsteking van de alvleeslier. En ik wou beginnen en ik merkte al, ja, die, dat pancreatitis dat gaat niet worden vandaag. Die P- dat, dat, dat lukt niet. Dus ik zei ontsteking van de Nou, ze dus ik kreeg alweer één punt min. Ook want ze zeiden, Richard, mensen op straat zeggen ontsteking van de halfvleeslier. Maar wij zeggen pancreatitis. Hè. Dat is ons jachtgrond. ons eigen stond. Ik zal het aan de keer doen. Maar ik denk, ik kan het niet aan mijn bek krijgen. Maar ik ben, dus, ik ben altijd heel sterk geweest in die complexe wetenschappelijke materie. Heel simpel uitspreken en uitleggen, omdat ik niet anders kon. En dat is nu mijn kracht geworden. Ik kan dus. Heeft dat het jou, het stotteren jou geleerd? Je terug... ja. Ja? ja, ik ben enorm blij dat ik uh, stotter. Uh, maar ja, ik stotter nu nog steeds. Maar ik heb me, het heeft me zoveel gegeven. En heb zo bijgedragen aan de persoon die ik misschien wel moest worden. Maar wat gaf dat je er dat toch zo nu naar kan kijken? Ja. En dat vind ik ook wel heel leuk. Ik was een keer uh, ook uitgenodigd bij de. Nederlandse Stortenvereniging en uh, was dan ook met uh, Miss Monswil, met Sanne mm -hmm. en uh, uh, maar dat vind ik ook, vond ik dan grappig dat, maar ik zoek overal die humor, dat, dat zo'n dag heeft <laughs> <heet> geen eindtijd. <laughs> want je weet natuurlijk niet wanneer mensen <laughs> klaar zijn. daar kan ik een beetje wat dat vind ik dan echt, uh, ja, echt, ik echt leuk, klaar. maar dat was ook een beetje over uh, uh, ja, het proces wat ik dan zelf ook meegemaakt heb ik, dat ik jong was, had ik met mezelf afgesproken van... ik ga later een bureaufunctie, ik kan blind typen, zonder telefoon. En dus eigenlijk gewoon weg van de pijn. Totdat ik uh, op een gegeven moment het verlangen groter werd dan de angst. De eerste lezing heb ik gegeven in 2011 in de woonkamer van mijn opa oma met familie. Nou, echt zweetoksels en een week slecht slapen. En uh, als een hert die in de koplamp kijkt van een auto. Aan het einde van... En, en wat zei ik? Hoe ging het? En... Eigenlijk ben ik toen lezingen gaan geven in buurthuizen. En dus ook, dat is denk ik voor iedereen ook goed, heb respect voor het lijden als je iets graag wil. De eerste 20, 30 presentaties, verschrikkelijk. Maar ik had een visie, ik had een verlangen. En op een gegeven moment merkte ik dat ik minder angst had, dat ik minder spanning had. En na 50 presentaties merkte ik dat ik geen stress had. En na 60 merkte ik dat ik het leuk ging vinden. Maar als ik al met drie prestaties had gezet van, nou ja, ik, ik heb nog steeds spanning, dit gaat het niet worden. Maar, dus als het verlangen groter wordt dan je angst, als je een visie hebt, als je ergens heen wil, ja, dan, dan moet je respect voor het lijden hebben. Maar het, oer, het oerbrein uh, zal steeds meer gaan dempen. Die angst zal steeds meer gaan dempen. Ja, je, moet er gewoon, je moet door die tunnel om dan ook bij het licht te komen. Maar wel veel respect, Rietje, dat je het wel bent gaan doen. En heel blij dat je het bent gaan doen, want je doet fantastisch werk. Ja, ik inmiddels ben ik enorm dankbaar en trots dat ik van mijn werk, dat het mijn levenswerk geworden is, dat ik een fantastisch team heb, dat ik nou ook, ook fantastische andere zielen zoals jij mag ontmoeten en dat we samen inderdaad mogen bijdragen aan uh, ja, die evolutie van de mensheid en ook aan die evolutie van de liefde. Mooi. Zo zie je dat echt dat de evolutie ook is van de liefde? Alles is liefde. Ja, dat is ook natuurlijk een enorme mijnvak, want ons oerbrein... Uh, brengt ons in de uh, werkelijkheid van dualiteit van licht en donker en van dag en nacht. Maar in werkelijkheid is als je de, de 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 tegenpolen bij elkaar brengt, is is alles liefde. Er bestaat alleen maar liefde. Dat is daar is eigenlijk ook ieder boek ook eindig. En in het boek is kent gezond licht ik le letterlijk meer toe hoe dat mechanisme werkt. Hè? Want letterlijk, je kan je zintuigen dus letterlijk niet geloven. Uh, maar uiteindelijk is alles liefde. Mooi. Prachtig, Richard. Hey, hoe, hoe ben je dan toch tot uh, in, in 2012 over hey, uh, met, met, met Oersterk? Dat voelde gewoon ook heel erg. Dat moment van nu is de tijd om ook naar buiten toe te treden. met zo'n groot boek. Nou, dat is goed. Kijk, Oersterk is, staat uit vier pijlers: mm -hmm. in het woord. de overontspanning, de E van eten, de R van regelmatige beweging. en sterk is van mindset en zingeving. Ik had toen dat manuscript van het boek. Uitgeverij hadden interesse en die zeiden van, ja, nou, je krijgt 10%. Dat was toen al eigenwijs. Ik zeg, ja, ik ga mijn siel en zaligheid niet verkopen voor 10%. de deals, ja. Ja, maar jij ja, bent nobody, dus we gaan je niet meer geven dan 10%. Zij zeiden, ze, ja, dan moet je het zelf doen. Dus dat is ook voor mij alweer... En toen heb ik, zei ik, oké, okay, dan ga ik het zelf doen. Dan heb ik 15.000 euro geleend van mijn ouders. Wow, mijn vrouw dat is vond deck. het niks, want ze hebben schulden bij mijn schoonouders. Maar eerst uh, de eerste druk uit gaan geven. Ik heb natuurlijk een uniek levensverhaal vanuit de geneeskunde. Pak de media snel op. En dat werd vrij snel een bestseller. Ook dat ik mijn praktijk wilde hebben. En ik wilde dat omdat ik moest de praktijk in gaan richten. En ik moest ook een scan en apparatuur hebben. Ben ik ook 20.000 euro van mijn ouders gaan lenen. Dus ik heb altijd gehad als ik ergens in geloofde. En in 2019 bijvoorbeeld. Ik had een praktijk aan de geneeskunde. Ik werkte met allerlei supplementen. Met alle aanmerken. Ik miste een totaalconcept. Uh, ja, toen ben ik, en dat was er ook niet, ik ben merken gaan benaderen, dat, dat, die hadden dat ook niet in de planning. Dus toen ben ik Veiteli, een, een, een totaal ja, supplementenmerk. Ik maar, ken hem, ik slik hem. Ja, maar om, om aan te geven, oh, was er was een moment weer, dat voor die eerste badge, ja, ik had 400.000 euro nodig. Maar dat had ik helemaal niet, ik had 250.000 euro spaargeld, van oersterk, ik ben daar all in gegaan. En eigenlijk nog met andere, maar dat is altijd wel een... Een, 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 een rode draad als ik ergens in geloof en als ik ja. ook echt voel, en als ik weet, ik zou het zelf ook kopen en ik, ik dan, dan spring ik erin. En ik kon gelukkig met Vytelier al een voorverkoop uh, ja. houden, dus, dus voorinschrijvingen ja, ja. en daarmee kon ik die eerste best weer betalen, terwijl ja, ik hoor. eigenlijk alweer erin ging met anderhalf ton schuld. En Dat zijn ook bepaalde risico's die je neemt als ondernemer. Uh, maar heel erg intuïtief. Ik wou net zeggen, ik, dat, 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 dat is wel het mooie met alle mensen bij, die hier op, op de bank ook zitten. Jij, die doen alles op intuïtie. Ja. Jij dus ook. Ja, ja, en, ja, kan niet anders. Ja, en dat is weer, eh, dat is dus heel erg goed voor mijn ego. denk Alles wat ik verzonnen heb en vanuit wilskracht gecreëerd heb, is bijna geflopt. is mislukt. Oh, echt hè? wauw. En ik had ja. vijf jaar geleden een afspraak bij professor Paul de Blo in Nairode. Dus twee jaar geleden overleden en die had één quote, die was toen 90 jaar en die doseerde nog, enorm inspirerend, die gaf business en spiritualiteit. Die had één quote op zijn muur in zijn werkkamer, ik kan het beste niet kiezen, het beste kies mij. En dat is ook echt wel een mantra geworden uh, in mijn leven. Ik weet gewoon dat ik achterover mag leunen, of moet leunen, ook als creator. En dat, dat er een persoon of een inzicht of iets op mijn pad komt. En alles wat op mijn pad gekomen is en wat ik aangepakt heb, is gelukt. Mooi, dus dan ga je er ook wel echt naar. Uh, uh, ja, niet zozeer. Dat hoorde ik ooit uh, van. Volgens mij was het Tijn die dat hier zei. Niet zozeer van wat wil ik van het leven, maar wat wil het leven van mij? Ja. Ja, en de essentie uh, van het leven is: geef je lijf weerstand, hè, dan krijg je kracht. Uh, de moderne ja. maatschappij geeft helemaal geen weerstand meer. Alle noodzaken zijn weggehaald, dus we leven als softies en we ontsteken. Geef je brein eigenlijk dankbaarheid. Als je dankbaarheid is, vooral focus op hetgene wat er wel is. Maar op het sociale domein draait het heel erg om dienstbaarheid. Dus ik ben heel erg dienstbaar. En dat is een beetje als je andere mensen onvoorwaardelijk, veel mensen snappen dat woord, onvoorwaardelijk geeft wat ze willen, geeft het universum jou wat jij wilt. Mooi. Dus dat is heel erg, dus niet van wat ik wil geld verdienen, of ik wil een ton omzet, of ik wil, ik wil, nee, wat dat, kan ik toevoegen? Wat kun je echt geven? Ja, wat, waar is behoefte aan, ook in de tijdsgeest? Ja, ja. En als je dat doet met jouw talenten, dan geeft het universum uh, datgene wat jou no nodig heeft. En dat is. Ook continu, waarom ik ieder kwartaal dus ook net die drie vragen en die eikpunten heb, omdat ik ook regelmatig nog Tuurlijk, je ook van, van het ego he? weer te pakken ja. heb en dan denk ik, oh, leuk, we gaan weer even scoren. hier. Ja. Of, uh, ja. Ja. Maar dat, dat is niet. Nee, het niet. Ik voel dit zo sterk, inderdaad. En dat is ook heel erg uh, wat ik ook ervaar. Nu als in. Uh, ik kom natuurlijk uit een heel ander vakgebied, en de bekende artiest en de, 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 de Roem, en blablabla. Bla, bla, nou, ik kwam op een gegeven moment echt tegen... Ik kwam mezelf enorm tegen, vooral ik erachter kwam. Ik zei, holy shit, ik ben een avatar geworden van mezelf. En ik merk nu heel erg... Dus alle dingen die ik doe vanuit mijn hart... En wat op mijn pad komt inderdaad... En echt voel als een soort... Oké, okay, okay, hiervoor ben ik. Dat vloot heel erg. En als ik inderdaad nog wel eens denk... Oh, maar misschien moet ik toch onder links om mijn ego of mijn dingen. Dan krijg ik een continu weer op mijn kin. Dat, ja. is, dat, dat is hem dus echt. Dus ook durf te vertrouwen op dat stuk flow intuïtie ja. intuïtie wat je hier hebt te doen ja en ik denk dus daarna terug weer dat, dat vertrouwen op de intuïtie kijk heel veel mensen zeggen van ja je moet altijd je gevoel luisteren mm -hmm. uh, ik heb nu gewoon trek in een uh, uh, melkereep met hazelnoten mm -hmm. uh, dat, dat is je gevoel niet dat is je oerbrein. en uh, je intuïtie we hebben drie breinen dat vind ik ook heel mooi dat mijn mijn jongste zoon James is, uh, is nu vier, maar ik weet nog dat uh, Renaat mijn vrouw zwanger was van James en dat we de eerste echo hadden op zeven weken. En dat is magisch. Uh, dan heb je zo'n uh, embryo en je, het hartje klopt al, terwijl er nog geen brein en nog geen darmen zijn. Dus het hart is het eerste brein. Dus we mogen uiteindelijk veel meer naar ons hart luisteren. Ja, het Hoor, het hart heeft nou, veel al de juist ook een eigen zenuwstelsel. De darmen zijn het tweede brein, het second brain. Daar, daar zit je intuïtie, maar ook je drijfveren. Daar kan je ook heel erg met de adem op werken. En het derde brein is de hersenen. Wat we in de wetenschap en ook in de maatschappij het eerste brein noemen. Dat is veel meer een trouwe slaaf. We, vinden ook wel, we krijgen wel antwoorden met ons brein. Maar denk veel meer met het hart en met de buik. Maar als je chronische stress hebt, dan leef je altijd in je linker hersenhelft. En dat is verleden, toekomst, dat is ego, dat is ik eerst. En die intuïtie of die ontspanning, of ook inzicht te krijgen, is heel erg. Als je voldoende ontspanning inbouwt in je leven, waardoor er een gebalanceerde doorbloeding is van je linker en je rechter hersenhelft. En daarvoor moet je. Kijk, in 1990 hadden mensen 27 lummeluren per week. Ik weet nog vroeger dat ik heel vaak zei tegen mijn moeder... mam, ik verveel me. En ja. mijn moeder, dan ga je dat doen. Zei, ja, heb ik geen zin in. Ga je dat doen? Ja, heb ik geen zin in. Ga je dat doen? Heb ik geen zin in. Ja, zoek het dan maar uit. En dan verveelde ik me, was ik aan het lummelen. Nou, in, in 2000 hadden de mensen nog gemiddeld 12 lummeluren per week... En in 2010 was het eigenlijk al naar de nul. En dat komt vooral door de smartphone. Mensen hebben nu. En ik heb vandaag vanuit Schiphol reisd. Ik weer met de trein. Opperons. Overal. Mensen zitten overal. Alle losse tijd. Word, alle lumpen Ja. Terwijl als je dan niks doet, lummelt. Naar het weiland kijkt. Naar andere mensen kijkt. Dan gaat er een netwerk aan. Hè, het default mode netwerk. Waar, waarin je vaak de beste verbindingen legt, De beste inzichten krijgt. Die intuïtieve. Dus uh, ja, we zouden die smart bij heel veel mensen veel meer verplicht in de kluis mogen leggen bijna. Maar wil je die intuïtieve inzichten krijgen? Wil je die diepe ontspanning hebben? Wil je die gebalanceerde do doorbloeding hebben? Wil je een uitleiding hebben van die drie breinen? Dus hoofd, hart en buik. En dus dichter komen bij je zielsmissie? Ja, dan, dan, dan mag je, maar dan moet je ja, veel ja, minder en beter, maar veel meer ontspanning inbouwen veel meer niet-essentiële dingen niet gaan doen... en veel kleiner, veel essentiëler durven gaan leven. Ah. Maar, maar veel meer lummelen en veel meer tijd in de natuur. Stilte. Veel meer mensen met andere mensen. Ja, maar vooral als je het hebt over dat deel... wat zorgt voor echt diepe ontspanning. En dat is de parasympathicus. Dat zorgt voor rust, voor opbouw, genezing. De twee krachtigste activatoren... Is huid-huidcontact en mensen in de ogen aankijken, is een enorme oxytocine piek die je krijgt. Oxytocine is natuurlijk het verliefdheidsknuffel, maar ook een hersengroei en een anti-ontstekingshormoon, maar ook in de natuur zijn. Echt een mm -hmm. park, een bos, grote bomen, het energetisch veld en het inademen van fytosine, dat zorgt voor endorfine. En endorfine en oxytocine zijn eigenlijk de. Oh, dat is, is mijn piepje voor mijn ademhalingsoefening. Nee, je, mijn ademhalingsoefening. Ik doe altijd ademhaling. Dat is ook zo'n voorbeeld. Dus ja. ja, dat is gewoon ontspanning. Dat is goed. Ademhaling. Ik zet iedere twee uur een piepje. Doe gewoon. En dan ga je ademhalen. <laughs> uh. Dus laat het niet aan het toeval over, dus dat is een goed voorbeeld. Ja, wat even. goed. Je hebt het gewoon uh, niet gesteld. Maar medemensen en de natuur, medemensen en de, de, de natuur zijn de grootste oplaadstations. En dat zorgt ook voor dat al die systemen resynchroniseren. En mensen gebruiken een telefoon als, als oplaadstation, maar het is het grootste energielek nu in wow, ons leven. Ja. Ook op het niveau van ons brein, want het, het is al overprikkeld en het wordt overprikkelder. Dus ik stoei er ook mee hoor, maar daarom heb ik een slot van een uur. Daarom heb ik alle notificaties uit. Het begint met bewustwording. Ja, van het begint bewustwording. Met, be met bewustwording. Die ja. die En ik ben laatst een week op vakantie geweest met mijn vrouw en kinderen. Dan heb ik de telefoon een week in de kluis gedaan. Wat deed het met je? Ja, ik ben de leukste versie en daar stoei ik dus ook mee. Want eigenlijk ben ik een leukere versie zonder telefoon. Maar ik kan toch niet zonder, ook hoe ik hem gebruik... Maar het is wel een soort conflict dat ik ben een leukere echtgenoot. Ik ben een leukere vader. Ik ben meer aanwezig in het nu. Ja. Ik ben niet steeds bezig van, oh, ik heb, oh, dit is een mooi glas. Ik maak nu een Insta voor mijn story zo. Want je hebt de optie gewoon niet. Hij ligt in, in de kluis. Ja. Maar ik heb wel dus op zondag heb ik gewoon een telefoonvrije dag. Ergens is het wel gekker, Richard, als jij ook zegt, want ik herken hem ook wel, dat dus heel veel mensen, denk ik, op, op vakantie de leukste versie van zichzelf zijn. Ja. Misschien twee weken van het hele jaar. Ja. Ja, en dan weer naar de volgende vakantie toe leven. Ja, uh, ja dat, is, dat is niet hoe het leven bedoeld is. Nee, dus we zouden daar echt mee aan de slag mogen. Uh, ja, als je, als je dus uh, wat ik eerder benoemde, tekstcontext. Uh, je bent op de juiste uh, plek als je op zondagavond denkt, yes, ik mag morgen weer. Ja, en dat je dus ook. Echt contact met, met je gezin en met je kinderen. Ja, en dat je vakanties niet nodig hebt omdat je uitgeput bent en om op te laden. Maar dat je het gewoon nodig hebt als leuke breek om meer uh, nieuwe ervaringen te maken met je gezin of met je partner. Ja, mooi. Zit toch ook op, de, op deze tijd, zie, zie je dit nu wel uh, dus ook steeds meer ontstaan? Dat mensen steeds meer die natuur opzoeken, steeds meer die verbinding met elkaar opzoeken. Ja, ik denk bij 5% van de mensen. Hmm. Ik denk dat de massa, uh, wat ik Verslokt. net benoemde. Ja, ik denk als je ook kijkt naar uh, meer dan de helft van de Nederlanders heeft overgewicht. Dat is natuurlijk ook wel een risicofactor ook voor uh, ja, andere aandoeningen en welvaartsziekten. Ik noemde al de toename van chronische ziekten. Je ziet natuurlijk een toename van overspanning, een toename van burn-out. Alles zie je eigenlijk toenemen. Dus ik denk dat de chaos nog wel wat groter wordt. Dat. Heel veel mensen, voor heel veel mensen het lastig is om een andere afstelling te krijgen naar die nieuwe wereld. Want mm -hmm. ik denk dat ik inmiddels wel los ben van het systeem. Ik kan in theorie vier uur per dag werken. Ik ben mijn eigen slaaf. Uh, maar als je nog in de, in die, in, in, ja, wel in het systeem meedraait. Maar het zijn wel hele kleine dingen uh, die je kunt doen om gewoon al uh, veel meer verbinding te hebben uh, met jezelf. Uh, maar ik denk natuurlijk dat, je, dat het belangrijk is, la, 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 laat ik zo zeggen, op de lange termijn... Uh, dat je durft te kiezen voor nou, ja, die baan die je voedt... en die leidt tot groei en tot uitdaging en tot prikkeling. Uh, dat je uiteindelijk kiest voor die partner waarmee je, die je stimuleert om te groeien. Uh, dat je nou, ook zelf durft te kiezen... Voor, uh, voor meer rust en de, de juiste zelfzorg. En misschien wat minder pleased voor de wereld, je partner en de mm. kinderen of wat dan ook. Maar het zit er uiteindelijk in. Uh, ja, het geheim van een goed leven. Iedereen wil een goed leven. En dan bestaat natuurlijk fysica, Alles speelt zich tegelijkertijd af. Dat is ook zo'n onbegrijpelijk iets. Maar zit in een, in een goede dag. Dus als je zorgt dat je vandaag een goede dag hebt. En morgen. En overmorgen heb je automatisch een goed leven. Dus richt je op vandaag. Richt je op die. Nou, dingetjes ook waar de juiste zelfzorg die je vandaag kunt doen. En uh, dat is genoeg. En, en aan het einde van de dag denk aan drie dingen waar je dankbaar voor bent. Nou, dan zie je ook natuurlijk weer een verandering in hersengolven. Wat ook ervoor zorgt dat je dieper, heelender slaapt en beter herstelt en opbouwt. Maar je ziet vooral wat er wel is. Ik denk dat het veel meer in die kleine dingen zit. En omring je met gelijkgestemde. Luister naar inspirerende. Podcast zoals dit platform. Ja, waar, waar, waar we echt wat aan hebben. En dat ja, wat, kunnen ja, waardoor jouw continu gevoed wordt en dat je soms denkt: ah, ik hoor het nu voor de zevende keer, ik ga er nu iets aan doen. Ja, dat ja. is heel belangrijk. Wat voor, wat voor fase gaan we nu in, denk je, in, in deze tijd? In, in eigenlijk waar we het net over hebben, dat steeds meer mensen hiermee bezig gaan. Ja, ik denk toch wel een fase van disruptie. Hmm. Uh, dat, dat heel veel oude systemen zijn aan het afbrokkelen. Uh, zie je wat ik benoemde in het geldsysteem. Je ziet het in het onderwijssysteem. Sy ik bedoel, uh, de kinderen van vier, vijf op een stoeltje moeten zitten. Stil zitten de hele dag. Hoe, hoe giftig dat voor het brein is en het zenuwstelsel. Braaf stil zijn als je vragen hebt luisteren. Uh, dus in, de, in, de, in het onderwijs gebeurt veel. In de gezondheidszorg uh, gebeurt veel. Uh, ik denk dat we heel erg ook weer een beweging krijgen nu van... Multinationals, uh, dat we nu weer heel erg een beweging krijgen naar lokaal. Mm -hmm. Lokale buurtbakketjes, slaagje, lokale boekenwinkel. Ik denk ook dat al die oerbreinbedrijven, de bol.coms, die de lo lokale boekhandel uh, eigenlijk ja, kapot maken, de salando's die de lokale schoenen of kledingwinkel. Uh, Thuisbezorg.nl, weet je, al die oerbreinbedrijven, want eigenlijk zijn dat de succesvolste bedrijven, omdat ze wat uit handen nemen, wat, wat, wat wegnemen. Maar dat we weer veel uh, kleinschaliger en ook weer met veel meer verbinding met elkaar. Ja. Uh, veel meer in tribes. In de oertijd had je ook groepen van 150 man en dat regelde zichzelf. Geen politie, geen justitie nodig. De, de groep regelde. Er was sociale controle. Het was ook continu natuurlijk uh, belangrijk dat je eigenlijk in de groep uh, mocht blijven. Mm -hmm. uh, en nu ook met social media. Ja, als, het jezelf, als je het gaat aantrekken wat Jan uit, uh, uit Zwolle uh, van je vindt... want nogmaals, ineens kunnen duizenden mensen... vinden iets van je. Ja, dat, dat, is, dat, dat, dat past niet bij ons ontwerp. Nee. Dus, dus maak het kleiner. Ik denk dat we ook die beweging... lokaal, weer in Twijp... dat mensen wat, wat je ook ziet... elkaar weer steeds meer gaan opzoeken. Uh, dat dat een uh, beweging is... die zich aan de komende tien jaar die steeds groter wordt. Ja, mooi. Ik zeg ook uh, dat je... misschien wil je er nog niet alles over vertellen... dat je ook met... Uh, met... Projecten nu bezig bent om ook maatschappelijk meer impact te kunnen gaan creëren. Kun je er iets over, over vertellen? Wat je, wat je op, het moment daar op dat vlak aan het doen bent? Of? Nou ja, ik heb natuurlijk. Ik wil, dat is mijn missie geweest. Ik wil 1 miljoen mensen bereiken naar een beter leven. Door middel van de juiste zelfzorg, die missie. Dat doen we enerzijds via onze websites, blog, podcast en uh, nieuwsbrief. Uh, waar we nou, met een nieuwsbrief ruim 100.000 man, maar op de website een miljoen mensen. Wow. En ik heb. Het doel gesteld om het wat concreter te maken. Ik wil duizend gezondheidsprofessionals van de toekomst opleiden die ieder jaar duizend mensen kunnen helpen. Want duizend, wow. duizend is een miljoen. We hebben nu ongeveer 650 opgeleid met onze overste Coachopleiding. Dat is een groep van medische specialisten, huisartsen, maar ook osteopaten, fysiotherapeuten, diëtisten, leefstijlcoaches. Maar ook heel veel, ik noem dat gepassioneerde leken. Mensen uit hele andere sectoren die dromen van de praktijk en die al heel lang niet naar hun hart luisteren en denken van ja ik ga nu springen en ik ga nu mijn hart volgen. En die ook instromen op onze opleiding, want ik vind dat passie belangrijker is dan vooropleiding. Mm -hmm. Maar onze Oestercoach Coachopleiding is dus een, een, een instrument geworden om die 1 miljoen mensen te kunnen bereiken. In oktober, is een, een primeur wel gestart, een nationale theatertour. Gaaf. Dus ik ga van oktober tot en met februari vijf maanden het land door. Wauw. Uh, dus dat komt eraan. Ik ben op de achtergrond ook al jaren aan het kijken. Maar dat komt nog niet zo goed van de grond. Omdat het met Oesterk, we hadden het voor de podcast al even over. Ja. Echt pionier is ook gewoon. Ik heb een enorm team. Als je ook kijkt naar, naar, naar inkomstenstromen. Het is best een uitdagend, qua de omzet is prima, maar de winst is uh, ja, moet, moet veel beter. We hebben enorm veel kosten. Hebben Mensen zien dat vaak niet. Nee, 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 nee. Die nee, zien nooit wat er denken. Die allemaal achter te Wat schat, rijk. Ze so. moesten dus weten hoe ja. normaal het kost. Ja. Ja. Uh, maar dat is, ook, dat is prima, dat is ook vanuit die passie. En ik geloof erin dat dat ook nou, dat moet beter worden en daar werken we aan met een groot team. Maar ik zou heel veel in het onderwijs ook uh, met dat werkbladen alleen. Ja ja dan moet je wel wat meer financiële stabiliteit hebben waardoor je dat kost ook gewoon uh, geld maar ja wat ik zeg ik ben pas 40. voor mijn gevoel ben ik pas net begonnen uh, en ik denk dat we de komende tien jaar uh, ja liggen nog heel veel kansen om ook maatschappelijk ook bijna filantropisch, heb ik heel veel leuke ideeën voor mij, net als jij voor mij zijn ja. beide creatieve ja. om, uh, om regelmatig van ons te laten horen we hebben wat te doen Richard ja. We hebben wat te doen en uh, ik ben je ontzettend dankbaar voor hetgeen wat je doet. Je bent echt een, uh, een verandering, je bent een inspirator, uh, ook voor mij, dus, uh, en, en een voorbeeld. Dankjewel. Dank voor alles wat je doet en uh, ik kom langs bij je theatertour. Je reserveert een plekje voor Ja, me. ja zeker, zeker, leuk. leuk ja. Ik ben je ontzettend dankbaar voor je tijd. Ik weet hoe druk je bent, maar... Met liefde. En nogmaals, jij complimenten voor het uh, fantastische werk aan je platform. En ook uh, heel veel dank uh, dat ik hier vanavond mocht zijn. Dankjewel en we gaan elkaar... Uh, Zeer zeker vaak. Zeker weten leuk. Dankjewel, Richard. En uh, ontzettend leuk, we mogen een aantal boeken weggeven namens Richard. Dus uh, ja, wil je dat? En dan kan ik me heel goed voorstellen: like ons dan even op Instagram uh, en of uh, Facebook. En laat even weten waarom jij een boek van Richard wil winnen. En wellicht komt hij dan naar jou toe. Nogmaals bedankt, Richard. Bedankt uh, voor het kijken en het luisteren naar Vibes Vind je dit nou te gek? Steun onze stichting, want dan alleen kunnen wij uh, dit soort shows blijven maken. Dat is denk ik in mijn optiek. Ontzettend belangrijk in dit tijdvak dat we hiermee door blijven kunnen gaan om, uh, om die verandering te zijn met elkaar. Abonneer je op ons kanaal en voor nu een dikke kus. Ciao, ciao, tot volgende week.